Maar ik denk dat het heel goed is dat we even gewacht hebben om meer te doen. Ja, 100%. Want, 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 want ja. Uh, nu, uh, man, het verhaal is completer, zeg maar. Nou ja, precies. Ik denk dat jij op dit moment de, nou ja, de meest bekende ja, ademcoach, zeg ik dan toch maar even. Je bent high performance trainer, maar bezig met ademhaling tussen de sterren en de sporters. Ja. Ben je gewoon echt de man. Ja, ineens. Dat is wel, dat is wel echt heel belangrijk. Ja, maar ja. zo gaat dat dan en oh, oh nee, maar dan moet je, dan moet je Robin hebben en zo, ti, 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 ja. zo gaat ja, dat. Ja, ik zou daar ook af en toe wel verbaasd over dat ik denk mm. van hoe kan dat nou ineens dat het zo, uh, zo loopt. Ja, en dan maar, heb ja. je het over en dan, en dan stoppen we daarna met NameDrop hoor, maar ik vind het wel vet. Al ben ik niet zo van de sport, maar we hebben het echt over Ajax, uh, topgasten. Ja. Uh, wil je namen noemen of vind je het... Hè? Nou ja, sommige jongens willen nee, de okay. namen niet noemen, maar... Um ook heel erg in die bokswereld toch? Ja, daar, dat is dan die mag ik wel noemen is Leefje Richters, de nummer drie bij uh, ja. Lori, die, die begeleid ik nu. Ja. Um, en met hem ben ik uh, eigenlijk ooit gestart toen, toen ik gewoon dit deed vanuit ik vind het leuk om te doen. Ja, oké, okay. hij is wel een beetje een in ingang geweest naar ja. haar. misschien ook die andere sporters en ja. dan gaat het heel snel en ja. dat zag ik je laat met Wim Hof van jij ja, coach van bent en een soort van vriend ook mag ik denk ik wel zeggen. Ja. Rolf Sanchez die ik dan weer ken uit mijn muziekwereld, ja. nou ja en zo is daar het begin uh, allemaal ja uh, wel heel erg gefocust op de ademhaling toch ja nou het is eigenlijk veel ik zeg altijd ik noem mezelf niet een ademcoach omdat nee. ik meer omvat dan dan dat maar uh -huh. in principe wat ik doe is uh, ik zie de mens voor wie die is en als de mens ergens tegenaan loopt dan gaan we kijken wat is dat dan en hoe kunnen we zorgen dat we het kunnen ja, reguleren op een manier die voor je werkt en daar rijk ik uit een hele toolbox ja die ik uit uh, eigen ervaring wel heb uh, gevuld inmiddels, van hey, hoe kunnen we kijken naar de mens en wat heeft de mens nodig. En het probleem waarvoor mensen vaak naar mij komen is niet het probleem, want dat, dan denken ze dat ze iets anders hebben en uiteindelijk is het iets heel anders. Ja, ja en wat eraan en, en, onder en, ja, uh, ligt. Ja, daar ja. Ja, ligt iets heel anders aan, uh, aan de grondslag en dan gaan we daarmee de diepte in. En, Vaak komen we dan komen we uit op ademhaling. Ja, um, om dat te reguleren. Maar ik begrijp als ik jou ja. zo hoor dat het ook wel soms gewoon intense gesprekken zijn over het leven en hoe het werkt. Dat uh, bied ik ze eigenlijk, een ja. gesprek over het leven waarin we kunnen uh, filosoferen eigenlijk over wie ben je eigenlijk daar buiten. Een voetballer draagt een achternaam op het shirt, maar hij is niet die achternaam. Nee. Dat is hoe de wereld hem ziet, maar dat is niet voor wie ik hem zie. Um, en, en, in, en in die wereld eigenlijk, dat is gelijk ook interessant. Ziet ook niemand je echt voor wie je bent? Het is alleen maar voor wat je doet, voor yeah. de prestaties je levert. En voelen ze zich vaak niet gezien en herkend. Uh, en als er dan ook niemand in die wereld is die daarna omkijkt, dan kan het zijn dat je soms daarin vastloopt. En dat hebben ze ook niet allemaal. Maar als er dan iemand is die ze gewoon eens vraagt: hoe gaat het dan eigenlijk echt met je? Ja, yeah, dan, dan is het wow, wat ja. gebeurt hier nu? Uh, want dat zijn ze eigenlijk niet gewend. Nee. En, en dan gaan we de diepte in. En dan is er dus die toolbox waar we uit rijken. Hoe kunnen we ondanks de druk, de tegenslag, alles wat er is, zorgen dat jij ja, je beter gaat voelen. Ja. En misschien zelfs wel gelukkiger gaat voelen. Want vaak de dingen waardoor we op het veld bijvoorbeeld niet presteren, heeft helemaal niks met voetbal nee. te maken. Nee, dat wilde ik net zeggen. Ik kan me voorstellen, kijk, dat het is echt wel gaaf. Dat had ik me nooit zo gerealiseerd. Dat dat hele presteren, nou, dat gaan we in jouw levensverhaal zeker tegenkomen, die ja. druk. Nou, dat is. Uh, ja, heel obvious bij een sporter, in ieder geval gedurende de 90 ja. minuten uh, dat hij op het veld staat. Ja. Maar ik kan me juist ook voorstellen dat de uh, problemen en daarmee ook de oplossingen ontzettend buiten dat veld liggen. die, die Sterker nog, die liggen alleen maar ja, buiten alleen maar, het veld. Ik, ja, ja. Wat jij buiten het veld doet, is wat je het veld inbrengt. Ja. Dus wat er ook buiten het veld gebeurt, heeft invloed op wat er op het veld zich afspeelt. En op het moment dat je veel in je hoofd zit, gaat het ook ten koste van de performance. Maar wat is dan datgene waardoor je zoveel in je hoofd zit? Yeah. Waar loop je mee rond al die tijd waardoor het niet lukt? En er zijn jongens die worden gekocht door een club voor, voor heel veel geld. Want het is een wereld waar veel geld in omgaat. En dan is het oké, okay, ik zet jou neer, ga maar doen. Maar er is niemand die meer vraagt: hé, hey, nee, hoe gaat het nee. eigenlijk? En, uh, Moeten we, kunnen we ergens in assisteren? Kunnen ja. we ergens bij helpen? Heb nee. iets van ons nodig? De makelaar heeft zijn ding gedaan ook. Die heeft ja. het geld binnen. De transfer is gepleegd. De villa is gekocht. Succes. Ja, we ja, ja, nou, zetten je hier neer en nu ja. moet je functioneren. Ja. En uh, doe je dat niet, dan krijg je 60.000 man over je heen die daar iets van vinden. Ja. Uh, en iedereen op Twitter die, uh, die je uitmaakt voor je van alles en nog wat. Ja. Dus dat, dat doet veel met de sporten, dat, maar uiteindelijk doet dat veel meer met de mens. Ja. Want daardoor functioneert sport er minder. Ja. En, en dat zien mensen niet. Mensen denken altijd uh, van, joh, hij krijgt toch heel veel geld, waarom zeurt hij? Ja. Maar dat geld staat niet tegenover de opoffering die daar tegenover staat. Om het fysiek, voor het fysiek offeren ze het mentale op. Maar ze hebben het mentale wel nodig om het fysiek te kunnen doen. Dus daarom zeg ik, train je koppie en dan volgt je lichaam. Um, ...maar we trainen alleen ons lichaam. Ja. En dan hebben we het nog niet eens over het ademhalingssysteem... ...waar ik dan van zeg, hé, hey, als we daar ook nog eens mee Beetje aan de slag twiek, gaan. Dat ja, ja, En we zorgen ervoor dat je de diepte ingaat met meerdere systemen... ...want je lichaam heeft twaalf systemen. En we gaan meer aan de slag met andere systemen... ...dan zorgen we ervoor dat we jou als mens wederom optimaliseren. Ja. Uh, voordat mensen denken dat dit een onwijze sportvoetbal uh, aflevering gaat worden, helemaal niet. Maar het is een hele mooie vergelijking naar wat ik net al zei, waar alles een beetje onder een vergrootglas ligt. In ja. essentie kennen we het allemaal: uh, ja. de moeten presteren. En uh, nou ja, jouw titel, ook van een talk die je hebt gedaan bij een webinar van Koekeroe, Rust in je kop, kracht in je lijf. Ja. En nou ja, ik denk dat we daar allemaal wel op aangaan en denken. Ja, ja dat willen we allemaal. Dat zou lekker zijn. <laughs> ja, ja. Uh, en zou je kunnen zeggen Robin, dat door uh, nou ja, de donkere tijd jij, die jij zelf in je leven hebt meegemaakt, dat je daardoor uh, hier zo goed in bent? Sterker nog, ik denk dat we het nodig hebben om te komen op een plek waar we uiteindelijk uit willen komen. En dat die donkerte nodig is om, om uiteindelijk weer in het licht te stappen. Um, en dat is de dualiteit. Ja, maar ja, dan, dat... dan, dan, dan zeg je bijna dat je nu moet balen als je gelukkig bent? Nee, maar <laughs> we, we willen zo graag vasthouden aan dat gelukkig zijn ja. dat we daarom al Daar bang zijn om het te ja. verliezen. Ja, ja. En wat gebeurt er? We verliezen het. En als we kunnen accepteren en, en daarin kunnen vertrouwen dat dat er ook bij hoort, en we ons leren kennen op een manier van hoe ga ik daarmee om? Dat dat de dualiteit is. En dat we dan dus vaker juist gelukkiger zijn dan wanneer we vasthouden, krampachtig. Aan iets waarvan we denken dat het ons moet brengen. Ja. Um, en en, en ja, dat zeg ik altijd, dan heb je soms een donkere periode nodig. Ja. Als we in topsporttermen praten, uh, om te weten hoe je moet winnen... moet je eerst leren omgaan met hoe kan ik verliezen? En hoe, 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 hoe moet ik verliezen? Ja. En hoe werkt dat? En hoe kan ik vanuit daar weer dat omzetten in winst? Ja, ja dat vind ik vaak ook een mooie om... Hè, als het echt gaat meer over succes en zo, dat, het, dat is gewoon... Slechts die ene keer niet falen. Ja. Uh, het, het klinkt altijd een beetje cynisch, maar het is nee, wel. 100%. Een... En, ja. en, en falen is waar in de maatschappij een, een. in mijn optiek een verkeerde perceptie op is. Dat we zeggen: we mogen niet falen, want dan mislukken we. en dan, dan gaan dingen niet goed. Maar dan denk ik: als we weer over voetbal zouden spreken. of in die termen. Mm -hmm. er is nog nooit één wedstrijd perfect gegaan, want nog nooit één kleur die 100 van die 90 minuten 100% de bal in dezelfde voet nee. heeft gespeeld. Nee. Dus, dus we weten daarin, we moeten fouten maken ja, ja. en die moeten we onszelf toestaan om ervan te leren. Alleen ons wordt dus aangeleerd hoe we moeten denken en dat we altijd maar moeten streven naar meer en beter en dat daar dan het ligt. En dan zijn mensen bezig met wat moet ik bereiken om gelukkig te zijn? Ja. Ik, nee nee nee. Wie moet je worden? En welke gewoontes en welke verlangens? moet je daarvoor hebben om dat te kunnen doen. Ja. En, en welke gewoontes en welk gedrag vertoon je nu? Wat in lijn is met dat verlangen, wat je dan hebt richting de toekomst. Nee, nou, Jij zegt weer, maar ik snap hem hoor. Maar jij zegt wie moet je worden? Ergens vind ik het altijd heel mooi om te bedenken. Je bent het al lang, je moet het alleen even. in jezelf gaan zien. Ja, je, moet, je moet het alleen even zien. Ja. Uh, hoe makkelijk dat ook klinkt. Maar... Ja. ja, 100%. Dus even voor de duidelijkheid. en dat is denk ik jouw grootste les uh, ever geweest. dat succes en geluk twee hele verschillende dingen zijn. Ja, en, en we koppelen wel zeg maar succes aan geluk, maar dan denk ik vaak bereiken we dat succes en daarna voelen we ons leger dan ooit. Mm -hmm. Waarom? Ons doel is weg, we hebben het gevoel niet ervaren en dan is het eigenlijk een, een soort recept voor een depressie of een, of een gevoel. Uh, wat juist onrust in je kop uh, oplevert van ja, maar ik heb het nu toch alles en nu zou ik me toch gelukkig moeten voelen. Denk ik, ja, dat komt omdat je iets buiten jezelf hebt neergelegd, yeah. waarvan je dacht tot op heden dat dat het zou worden of zijn. Ja. Yeah. Ook met de beste intenties. Hè? Nou, om, om, om andere mensen gelukkig te maken en daarmee jezelf. Uh, nou ja, zo stond jij in een pakje beleidsadviseur, <laughs> ja. woordvoerder in de media. Ja. Kan ik je daar nog ergens van kennen of zo? Zat ik me nog te bedenken. Um, nou, ik sta ergens op de foto met Mark Rutte. Oh, okay. Dat ik hem een brochure voor de detailhandel. Voor de Tweede Kamerverkiezingen van 2017. Ja, ja, ja. Uh, uh, ja, Inpakken en zo. Inpakken, ja. haar, <laughs> zo naar achter. Vet, ja, ja, echt de, de snelle verfeind. jongen. Ja. Ja. Ja, 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 en eigenlijk alles doen voor erkenning en waardering om haar gezien te worden. Ja. En, uh, en daar had ik dat voor nodig. En daar deed ik alles voor. Ja. En, kijk, nu is het makkelijk uh, zeggen dat dat het niet was. En dat je nu gewoon veel meer uh, je leven leeft. Ja. Maar. Nou ja, dat, dat, dat momentum uh, hè, van die foto dan met Mark Rutte. Als je daar nu een beetje naar toe terug probeert te gaan. Was je toen ook echt leeg? Uh, of was dat nog wel even een soort klein dopamine shotje? Waarbij ja. je in ieder geval de illusie had dat... Ja. Vooral het dopamine shot. Als iets lukte, kreeg ik daar vo ja. vo ja, volledige voldoening uit. Omdat ja. iets lukte. Maar ik was bezig dat dingen moesten lukken. Ja, en, en, en het was dus ook nooit goed genoeg. Want dan... Nee, want dan ging ik door naar het volgende. Ja. Dan was het oké, okay, we hebben nu die en, en ik weet nog, toen voor de Tweede Kamerverkiezingen waren we bezig met nou, Tweede Kamerleden dreigen te gaan verdwijnen. We moeten ze opnieuw leren kennen. Nou, toen zaten wij achter ons bureau, zaten ze allemaal strategieën te bedenken en ik dacht, de enige manier is toch om er naartoe te gaan. En ik, ik stapte in mout, ik zei doei. De directeur zei, wat ga jij nou doen? Ik zei, ik ga daar naartoe. Die mensen moeten ons toch leren kennen, moet je ze zien en de hand schudden. En een brochure overhandigen. Ik had er dertig uitgeprint, ben ze gewoon gaan geven. En ik, ik schudde daar heel de boel op. Omdat het ongebruikelijk was. Het ja, ja, ja. was te, info, te informeel. En, ja, ja. Op. en daar dacht ik, joh, dat zullen we nog wel zien. En daar kreeg ik heel veel voor elkaar. En dan kreeg ik vanuit thuis. Kreeg ik dus de erkenning en de waardering van je bent. Dus heel goed bezig. Want waar ik werkte, dat was waar mijn stiefvader destijds uh, zijn aandelen van had gekocht. Ah, okay, okay. Dus daar zit dan, dan gelijk de onderlaag in. Nee, oké, okay, dat wist ik niet. Oké, okay, laten we even helemaal ja. naar, uh, naar jouw verhaal gaan. Want het is wel fascinerend. Dus jij uh, bent geboren. Ik moet zeggen, daar herken ik nog wel wat in. En ik weet daar het fijne niet meer van, maar ik vond het mooi dat jij, zeker omdat je nu met ademhaling bent, nog even daarop teruggreep ergens in een gesprek, ik kwam met heel erg astma. Ja. Uh, ik had ook, ja, uh, maar ik kan me echt. Kan jij er nog iets van herinneren? Ik weet nog dat ik een knuffel had van Bert en Ernie, ja. en dat er een foto is dat ik de kinderafdeling verlaat en dat mijn ouders naar huis moesten. Oké, okay. dat moment zelf niet, maar dat, dat moment heb ik altijd in de vorm van een foto, uh, soort van. Uh, ja, in een ja, ja, ja. uh, systeem okay. zit dat. Maar ik kan me wel herinneren, dat, uh, nee, ik, was, ik ben dus heel zwaar somatisch geboren, bijna overleden bij mijn geboorte, omdat ik gewoon niet uh, kon ademhalen. Ja. Mijn moeder kreeg toen een postnatale depressie, dus ik werd ook gelijk gescheiden van haar. Um, en toen ben ik in een couveuse gelegd en, en daarna eigenlijk ja, soort als een probleembaby. Um, en daarna ben ik voornamelijk opgegroeid in Heideuvel. dat is een astma centrum uh, in Hilversum dan, ja. bij de baan daar. Ja. En daar, uh, ja, daar kwamen mijn ouders één keer in de week. Maar dat heb ik, ja, laten we zeggen, de eerste drie jaar wel zo goed als doorgebracht. En, uh, en, en uiteindelijk daardoor ook wel een achterstand opgebouwd in het gezin. En, en dan kwam ik terug bij het gezin en dan ja, toen gingen mijn ouders uit elkaar. Ja. Dus dat was altijd wel een soort van... Dat was je vier of zo. Ja. 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 En dan... Hey, jij zegt achterstand, maar sowieso natuurlijk als het gaat om affectie, aanraking, liefde. Uh, boe, man. Nee, was het niet. Heb ik later in mijn leven ook heel veel moeite mee gehad om, om mensen aan te raken. Mensen ja. die naast me kwamen zitten en dan deed ik er een knuffel of een, of een ja. kussen tussen. Zodat ze niet in mijn ruimte waren. Knuffelen deed ik nooit. Nee. Nou, dan loop je in relaties, loop je ook uh, aan verruimd, Dat mensen zeggen van ja, uh, ik, ik krijg helemaal geen contact met nee. jou. Dus dat heb ik allemaal moeten leren. Ja. En dan zelfs, tenminste dat weet ik niet, maar ik, dat is een beetje uit eigen ervaring... Is dat nog altijd een soort basis, zeg je dat? Het zit er altijd nog wel in, of? of ja. Of, ja, toch? Het, ja. het is mijn basis ja. waar ik me van bewust ben dat ik uh, daar me bewust van moet zijn om ja. het aan te passen. Maar als je dat niet bent, dan zeg je gewoon, zet je gewoon weer knuffel ertussen? Of, nou dan ja, doe ik dat, ja. Iets ja. anders, ja. Of ik, houd, ik hield altijd mijn adem in tijdens een knuffel. Ja, ja. En als iemand naast me kwam zitten, hield ja. ik mijn adem in. En dan was ze weg en dan, oh, gelukkig. Ja. Wauw. Ja, dus dat ik uh, dat moeten leren, joh. Ja. En, en uiteindelijk, ja, in voor de eerste drie jaren... Ik weet nog wel, ik was altijd bang in het donker, dus er moest een nachtlampje zijn. Ik weet nog dat we daar als Peter Pan mocht ik me verkleden voor een... Uh, ja, mochten we een soort show opvoeren ja. en dan kwamen je, kwamen je ouders. Ja. En ik kan me nog herinneren dat toen mijn ouders kwamen, dat de sfeer heel slecht was. Maar dat kwam dus op mijn, omdat mijn vader uh, ja, ja. dingen deed waardoor het gezin uiteindelijk uit elkaar viel. Als in met iemand anders? Of ja, die uh... gingen vandoor met de buurvrouw. Ja, oké. Okay, classic. <laughs> ja, dus dat, dat zorgde ervoor dat... Uh, dat yeah, dat ik altijd spanning voelde, ja. maar als kind denk je, ik zeg altijd kinderen zijn super narcistisch, dat, dat, allemaal dat alles in. over ons gaat ja, ja, mooi. Um, ja. en toen heb ik altijd gedacht joh mijn ouders gaan uit elkaar vanwege mij ik heb het, en later kan dat niet in perspectief plaatsen want ja, dat, dat, dat referentiekader had ik nog niet, waardoor ik eigenlijk altijd dacht dat ligt aan mij dus ik moet gedrag gaan vertonen waardoor ik leuk vond, dat, dat medicijn werd altijd humor. Waar ik mezelf altijd grappig maakte om, als mechanisme, om mezelf te verdedigen tegen dat gevoel dat ik had. Ja. En zo werd je een beetje die gelikte jongen, zeg maar. Van ja. Ja, ja. Die leuk gevonden moest worden, moest lachen en iedereen moest entertainen. En uh, ja, eigenlijk vanuit daar zeg maar zijn, ja, zijn voldoening kon halen nog. Maar jij zegt, uh, je vader ging er vandoor met de buurvrouw, maar het was niet dat hij naast je ging wonen. Hij, dat hij ging toch echt uit zicht, was hij uiteindelijk? Nee, mijn vader bleef in heel zijn wonen. Oké. Okay. En ik ging wij, mijn moeder leerde een jaar later, leerde, wij, leerde mijn moeder leerde een nieuw man kennen. Ja. Um, en toen zijn we naar Rotterdam vertrokken. Ah oké, okay. ja. dus, dus ja oké. Okay. Ja en in dat eerste jaar zeg maar, mijn vader ging vandoor. Mijn moeder had hele zware migraine, en kon ik niet werken. Ja dus mijn, moeder moest, uh, mijn vader ging er vandoor met de buurvrouw. En mijn moeder moest in ruil voor eten op de kinderen passen van de man van de buurman. Dus de, de, de vrouw van mij, waar mijn vader mee vandoor ging, haar man. Die had twee kids en in ruil voor eten lette mijn moeder op zijn kids. Dit is een soapserie. Ja, dus dan moet je zelf ook wel verlagen naar een niveau van je denkt: wat zijn we nou eigenlijk aan het doen? Maar dat was echt overleven. Dus vanuit daar heb ik ook wel gezien wat het met mijn moeder heeft gedaan, in zulke situaties. Ja. Uh, en toen zeg maar jouw nieuwe vader of stiefvader of ja. bonusvader, hoe je het noemt, in Rotterdam. Dat was uh, wel heel erg de guy. Maar ik ben benieuwd hoe jij dat ziet. Uh, ik, ik snap heel goed dat ouders een soort. ja, nee, Druk is natuurlijk nooit goed, maar gewoon uh, dat ze je pushen om iets te presteren en te Zeker. bereiken. Ja. Ja. En, maar goed, uh, de, de, was hij daar extreem in of was jij er extreem gevoelig voor? Of hoe, als je, ja, hoe kijk je naar terug? Ik denk een mix van wat ja. jij zegt. Hij wilde dat ik slaagde. En ik was er extreem gevoelig voor om hem te laten zien dat ik dat kon. En ja. daartoe in staat was. En dat zorgde ervoor dat ik daar ook echt letterlijk alles voor deed. Um, en ik, ja, ik ben best wel, nou, laat ik zeggen, ik ben een probleemkind, leerachterstand door de asma, op een school gekomen met kinderen met lerenproblemen, ADHD en echt wel, ja, daardoor werd ik ook een beetje zo'n straatjongen die nergens van hem gaf. Dus dat leverde thuis ook frictie op, want ja. Ja, hij wilde dat ik iets maakte van mezelf. Kreeg, ja, ja. Ik kreeg nog ooit een vakblad van, je wilt toch iets maken van jezelf? Lees dit vakblad, want daar word je iets. Nou, dan ging dat uit respect naar hem, ging dat maar lezen om te doen alsof ik dat interessant vond. Ja, ja. En toen op een gegeven moment, uh, ja, op school werd ik van school getrapt en ik werd geschorst en ik vertoonde gewoon gedrag wat ja, niet in lijn was. Maar ik was ook nooit thuis, omdat ik thuis niet die veilige setting voelde om, om echt kind te kunnen zijn. Dus ik was heel jong al wel volwassen. En toen op mijn zeventiende vertrokken ze eigenlijk naar het buitenland. Toen zeiden ze, joh, hey, wij gaan in het buitenland wonen. Dit is je moeder is vader. Ja. Ja, okay. en je stiefvader, ja, oké. En hij had zijn aandelen verkocht en hij ging uh, zijn droomhuis laten bouwen. Ja. En zijn moeder overleed toen hij 25 was. En toen zei hij, joh, ik, op haar sterfbed beloofde hij... ik ga een huis met een toren bouwen. En dat is hij gaan doen met mijn moeder. Ja. En toen zijn ze naar Turkije vertrokken. Maar dan ben je eigenlijk 17. En dat ja. is iedereen verder, Dat is eigenlijk niet normaal. Maar voor mij was het een soort godsgeschenk. Wat nou, ik ja, klinkt ook, nou ja, het klinkt wel als een soort van vrijheid. Het is misschien ja. niet helemaal waar je naar op zoek bent. Maar tegelijkertijd, of er afstand is of niet... die erkenning krijgen van hun... Uh, dat zal er nog steeds in hebben gezeten. 100 procent. Ja. Ja, dus vanuit daar dacht ik, oké, okay, als ze er niet bij zijn, dan moet ik dus nu extra gas geven om ja. ons te laten zien van geen wat ik kan als ja. jullie er niet zijn. Ja, ja dan ben ik, dat, daar ben ik dus heel veel gaan doen. Dus ik maakte, ze zei dat ik kwam van VMW op basis ondersteuning. En uiteindelijk ging ik door te aan de universiteit. Ja, en de universiteit heb ik gezegd van dat ga ik niet afmaken. Nee. Want ik geloof in mezelf en ik geloof dat ik iets anders ga doen. Ja. En ik werkte al als beleidsadviseur waar ik die opleiding voor nodig had. Maar ja, door gewoon wilskracht had ik mezelf daar binnen gekregen, Vast contract in de was gesleept en auto. Nou, het recept om gelukkig te zijn om, eh, op papier. Op papier omdat ja. je dan voldoet aan de maatstaven van de maatschappij. Maar van binnen voel ik me super leeg. Ja, precies. Dus ik, ik maak hem misschien wat snelle, harde uh, stap. Maar dan komt een burn-out. Ja. Als je doet wat je niet moet doen, gaat dat intern gaat dat frictie opleveren. Ja. En dat voel je. En als je dat ook doet voor een ander, niet voor jezelf, dan loop je uiteindelijk leeg. Ja. Um, en daarin ben ik helemaal leeggelopen. Toen kwam ik thuis te zitten, eigenlijk heel kort. Um, en toen ging ik naar Ibiza om eigenlijk een vakantie eventjes van ik ga er even helemaal uit. En toen stond ik voor het stoplicht, toen zei ik tegen mijn vriendin van joh ik, uh, ik ga denk ontslag nemen. Zij zei ontslag nemen. Zeg, zei ja, ik ben helemaal klaar mee joh. Ze zei joh, waar komt dit nou vandaan? Ik zeg ja doe het niet voor mezelf. En ik ben eigenlijk was ik al het pad van ontwikkeling uh, wel ingegaan heel veel met Michael uh, bezig. Michael Pelletzing. Ja. Die, maar die, hoe is dat? Hoe kwam dat uh, zo op je pad? Want als je gewoon, of ja, daar was je, uh, de, uh, ja, blijkbaar toch nieuwsgierig naar, omdat je ergens wel voelde dat het anders uh, was. Maar wat was dan de eerste keer dat je iets van Michael zag, of 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 een boek checkte of een podcast luisterde, ik wat? Um, nou, ik was altijd heel erg zelf geïnteresseerd in waarom denken mensen zoals we denken, waarom ja, tonen ja. ze het gedrag wat ze vertonen, waarom ja. maken ze de keuzes die ze maken. En ik, ik in het werkveld waar ik werkte was een burn-out en, en doen wat je niet leuk vond, de normaalste zaak van de wereld. Ja. En zo, hoe kan het dat iedereen hier zo gestrest is? Hoe kan het dat iedereen zich in dat pak hijst om zichzelf die status te geven, maar zich van binnen toch leeg voelt? Hoe kan dat normaal zijn? Dus daar was ik altijd wel heel erg al mee, intrinsiek mee, mee bezig. En op een gegeven moment toen um, daar kwam ik op het punt dat ik dacht van, joh, dit, dit kan niet normaal nee. zijn. En toen ben ik boeken gelezen en ik ging naar, um, naar Los Angeles. En toen stond ik op de luchthaven en kocht ik een boek, nou, dat was zijn boek. Ja. En, en toen dacht ik, nou, dit is interessant. Ja. Um, en, en toen ben ik me eigenlijk meer in gaan verdiepen. Zijn seminar bezocht, alles van hem geleerd, veel vragen aan hem gesteld. En toen vroeg hij, joh, hey, uh, zou je mij willen begeleiden? Mijn deelnemers willen begeleiden bij die events? Nou, gedaan. Heel veel van geleerd. En toen ik dus in Ibiza was en op dat, die dag van dat stoplicht uh, zei van ik ga een baan opzeggen. Toen kwam ik, ging ik naar Cappuccino, daar reden we dus eigenlijk naartoe, toen kwam ik hem tegen. En toen hebben we op het terras gezeten en toen, met Cindy ook en toen was het van joh, uh, wat, 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 waarom dan, wat heb jij daar nou eigenlijk echt aan? Dat was ongeveer waar het op neerkwam. Mm -hmm. toen, nou, vroeger had ik mijn moeder nodig die me een trap onder mijn reet gaf, die heb ik nu niet meer nodig, nu ben ik intrinsiek gemotiveerd en de wereld ligt aan mijn voeten. En dat was dus één avond voordat. Nou uh, ah ja, dit is echt. Ik, weet waar, dit, ik, weet, ik weet waar ja. dit naartoe gaat. Dit is insane. Want vervolgens stap jij de volgende dag in het vliegtuig. Ja. Je hebt nog contact, begrijp ik. Ik loop met mijn moeder aan de telefoon, het vliegtuig in. Um, en mijn moeder vraagt: joh, hoe gaat het? Uh, heb je lekker vakantie? Hey, Jochie, mijn moeder kwam uit Utrecht. Hey, Jochie, heb je lekkere vakantie gehad? Ik zei: heerlijk. Zo, dus, maar ik moet nu ophangen, Want wij gaan vliegen. Het was 9:25. Zo, oké, okay, nou, lekker rustig gehad? Ja, rustgevend gehad. Oké, okay, love you, love you. En uh, wij gingen om 9 uur 27 vliegen. Yeah. Dus eigenlijk twee minuten na de telefoongesprek... heeft mijn moeder uh, met de iPad nog in haar handen... een hartstilstand gekregen. En uh, ja, toen was ze er niet meer. Dus dat straat was wel... Uh, dat, dat, daar kwam je rechtig. achter toen je dus landde in Nederland. Ja. ja. Het eerste wat mijn moeder altijd deed na iedere vlucht... ik hou van reizen... Nou, jij ook. Yeah. En uh, ik kwam thuis en dan zei mijn moeder altijd: welkom thuis, jongen. Uh, bagageband 18. Yeah, yeah, welkom, yeah. welkom. Oh, wow. en ik zag dat ze niet, en ik liet ook altijd weten dat ik geland was. En ik zag dat ze twee uur lang niet meer online was geweest. Dus ik dacht: hmm. eerste gevoel. Ja. Yeah. Hmm, raar. Nou, toen liepen we nog op Schiphol liepen verkeerd. En het grappige dat ik op Schiphol had een gesprek met iemand over. die zei: ik ben zo bang voor de dood. Ik zei waarom dan? Zoals iedereen waar je van houdt en niet meer zou zijn. Zou je er dan nog hier willen zijn? Zeg ja, dat is wel een goede vraag. Nee. En op dat moment word ik gebeld. Go. Ja, door mijn stiefvader die zegt: "Joh, ja, mama is overleden." Ik denk: "Hè? Dat kan niet. Ik heb het net aan de telefoon ja. gehad." Toen ging gelijk het stemmetje in mijn hoofd die zei: "Ja, dit voelde je al toen je je messenger van Facebook opende waar we op communiceerden." Ja. En toen voelde ik en alles van ja, ik voelde het eigenlijk al. En nog even ja, ja. Naar, naar, naar dat niks aan de hand gesprekje vlak voordat je in het vliegtuig uh, stapte. Ja. Denk je dat daar toch iets in zit van. Een, 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 de rust die je eigenlijk eh, tegen Michael daar in die tent vertelde over. Uh, ja, nou ja, dat vraag ik maar. ja, uh, yeah. hoe, hoe, ik weet niet. je hoort aan alle details die je zegt dat dit hele verhaal nog best wel. in je hoofd zit. en dat is logisch. dat is een. super. Uh, nou, ik probeer. Ik, kijk, het verhaal vertel ik niet om. om, om mezelf uh, iets wijs te maken. of. of... Of iets. Ik probeer andere mensen te inspireren, het verschil te maken dat dat, dat soort dingen ja. zomaar kunnen gebeuren. Ja. En je onwijs moet genieten van wat je wel hebt. Want we kijken te veel naar wat we niet hebben. En daardoor genieten we eigenlijk te weinig. Dan ja. zijn we altijd maar aan het doorgaan, doorgaan. En was dat ook, bedoel, uh, dat ken ik heel erg ook van het overlijden van mijn vader en mijn zus, dat het die spirit geeft. Ja. Was dat ook iets wat, wat gelijk al was? Even los van dat je eerst natuurlijk fucking veel verdriet hebt en, ja. en ook geschrokken bent. Maar uh, ja. Maar hoe ging die periode daarna? Even los van de waas van... Um, uh, ja, je belandt in een soort periode waarvan je denkt, ja, je moet. Ja, uh, dus je gaat dingen regelen. Mijn moeder woont in het buitenland. Uh, in, het was een islamitisch ja. land ook nog. Dus daar lig je eigenlijk, even heel op z'n gezegd, binnen 24 uur onder de grond. Nou, dat wilden wij natuurlijk absoluut niet. Dus dan ga je in zo'n traject, kom je terecht. Nee, mijn stiefvader woonde in het buitenland, dus ik kon ook niet naar hem toe. Dus hij, ik zei: Joh, ik sta al op Schiphol, ik kom nu direct naar je toe. Nee, nee, regel ja, alles in Nederland, doe ik dat hier. En eigenlijk, toen hij naar Nederland kwam, op die dag zaten we lekker bij Van der Valken eten. En toen kwam ik achter dat hij al een nieuwe vrouw had. Dus dan kom je in een mechanisme terecht waar je denkt: Zo, ben mijn moeder verloren, maar nu ga ik de man die ik op dat voetstuk heb gezet, helemaal jeugd. Mm -hmm, maar, uh, ja, die vertrekt, gaan we even lekker terug naar het buitenland. Die kwam alleen mijn moeder cremeren, heel gechargeerd. Ja. En die vertrok weer. Ja, en die zei: uh, los van gevoel zijn wij feitelijk niets meer van elkaar. Dus kun je bedanken voor de mooie jaren. Maar hij stapte op het vliegtuig, het vliegtuig en is weer weg. En dat was het punt waarop ik dacht: dat vond ik eigenlijk nog wel heftiger dan het verlies van mijn moeder. Want je verliest daar eigenlijk je boegbeeld, die, waar je je eigen fundament onder had gebouwd. En het interessante was: ik was altijd bezig met, en dat leerde ik ook bij Michael natuurlijk, waarom denken mensen zoals ze denken? Mm -hmm. Ik was altijd denken, bezig met waarom denken mensen zoals zij denken, maar niet of onvoldoende met waarom denk ik zoals ik denk. En toen ik daar echt achter begon te komen, dacht ik, ik heb mijn fundament om het gezin heen gebouwd voor erkenning en waardering. En als dat al wegvalt, wat blijft er dan over? Wie ben ik dan eigenlijk? Toen kwam ik eigenlijk achter dat ik helemaal geen fundament onder mezelf had. Dus in de coaching die ik ook vaak stel aan de sporter, de ondernemer. Uh, wie ben jij als je niet voetbalt? Is dat morgen stopt? Yeah. Wat blijft ja. er over? Wie ben jij als je onderneming wegvalt? Ja. Wat blijft er over? En dat fundament onder de mens, die wil ik leggen. En daarvoor gebruik ik mijn verhaal in, in dit soort setting, ja, ja, ja. niet bij de jongen zelf, om anderen te inspireren van: ja. dit kan dus nodig zijn om uiteindelijk boven jezelf uit te stijgen en dus iets anders te gaan doen waar je wel gelukkig van wordt, om wel dat fundament te leggen. Ja. Nou, dit is direct, uh, maar lang niet zo heftig wat ook, Maar dit is direct in welk jaar ik zit? Wie ben ik zonder de radio? Maar ja. het, is een, uh, ik, het is een woelige. Hoe zeg je dat? Het is zo. Uh, poef. Ja, en dan is dus de vraag. En dat is interessant. Mag het dat zijn? Ja, of moet nee, het altijd maar goed gaan? Nee, eens, eens. Maar ja, eens. Dus, en, en dat is ook weer. Ik heb. Die vraag stelde ik, uh, ik ben best wel een fan van Alan Watts. Ja. En die zegt: Wat maakt het dat de sterren zo schijnen? Is dus ik heb een jouw vraag? Waarom, waarom schijnen de sterren zo fel? B bedoel je technisch? Of, ja, uh, wij, wat ja. maakt het dat als jij naar boven kijkt en je die sterren zo fel uh, ziet schijnen? Ja, omdat ze gewoon heel, uh, ja, ik wil zeggen omdat ze met heel veel passie uh, aan het stralen zijn. Ook, maar hoe komt dat? Hoe kan dat? Hoe kan dat? Ja, technisch gezien is het gewoon een uh, licht wat zoveel jaren duurt voordat je het ziet en dat ja. zien wij. Nou, ja, wat ik dan altijd zeg is omdat het donker zit erachter. Ja, oh zo. Ja. Ah, ja. Dus ja, het ja. interessante daarin is, dus je hebt die Zonder donkere periode nodig ja. om dat ja, 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 ja. licht weer te laten schijnen. Ja. En ja. Ik zeg altijd: Wanneer start een nieuwe dag? Om 12 uur. Dan is het donker. Dus een nieuwe, nieuw begin ja. start in het donker. Dat is voor jou ook. Jij, jij deed volgens mij de radio ook in het donker. Mm. En uh, nu is het dan: ja, mag het moeilijk zijn? Ja. Mag het? Ja. Mag nee, je op die uh, oncomfortabele het plek? Het moet zijn. zelfs even donker zijn, zeg jij, om weer een nieuw licht te zien. Ja. Ja. En, en dat is dus het interessante. Vanuit daar ga je zoeken naar wegen. Uh, en omdat je steeds meer. Ja, gaat doen om daar achter te komen, ja. dan wordt dat gat steeds kleiner tussen ja. waar je uit zou willen komen. En dat start met accepteren dat dit is wat het is. En daar gedisciplineerd en consistent aan werken. En dan kom je daar. Ja. Nog even een paar vragen over dit. Uh, uh, nou ja, jouw heftige, uh, maar mooie, intens verhaal. Heb je daarna je stiefvader nooit meer gesproken? Of hoe... We hebben, we hebben nou ruim een jaar rechtszaak tegen elkaar gevoerd. Waar we elkaar niet spraken, wel zagen. Oh. Alleen dan met twee mensen ertussen die heel veel geld hebben gekost. Erfenis ja. van je moeder. Ja. Yeah. ja. Hij had namelijk die nieuwe vrouw, trouwde binnen drie maanden. En um, ja, toen zag ik dat die mevrouw ook uh, wel eens sieraden van mijn moeder om had. Toen ben ik naar Turkije gevlogen en heb gezegd: ze moet weg zijn. Want anders gaat het echt mis. Ik voel yeah. mezelf in die ja. periode ook echt helemaal. Alles vanuit emotie en totaal ongecontroleerd. Um, ja, dus dat is het enige waar ja. we elkaar zagen. Toen, ben ik, toen hebben we die rechtszaken weer afgerond. Wat ik zei op een gegeven moment, ik ben klaar hiermee. Ik, Tuurlijk, ik, ik had ja. zelfs op dat moment, en daar ben ik altijd wel open over. Ik woon 19 hoog en ik sprong op dat punt nog liever naar beneden dan dat ik nog één dag mijn ogen open zou doen. Dus zo diep zat dat eigenlijk. En toen dacht ik wel bij mezelf van, oké, okay, wacht, het is kerstavond, 24 december. Ik sta dadelijk tegenover mijn stiefvader wederom bij zo'n zo klote mediator. Uh, wij zijn alleen maar aan het bekvechten over één ding waar we, wat we wel gelijk hadden, was we wilden ontzettend van mijn moeder. Toen zei ik Ik sta op. Ik hier om de hoek zit in een Libanees tentje, daar ga ik zitten. Laten we het regelen met elkaar. En als je de ballen hebt, sta je op, loop met me mee. Hij liep mee. En toen hebben we daar eigenlijk gewoon een heel menselijk gesprek gevoerd. Ik heb gezegd: Nou, wat ik van mijn moeder wil is eigenlijk haar laatste spullen en, uh, en wat, 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 wat dingen waar ik gewoon recht op heb. En dan vind ik het goed. We hebben elkaar de hand geschud en uiteindelijk kwam hij niet zelf opdagen bij, een, uh, bij de notaris, zeg maar. Ja. Dat had hij uitbesteed. En toen uiteindelijk stuurde hij me nog één bericht waarin hij zei dat hij me succes wenste. Maar dat als ik zonder hem zou zijn, het een kwestie van tijd was voor de, voordat ik weer zou gaan falen. Want zonder hem, ik had zou hem nodig moeten hebben. Wow, dat was nog en dat vertelde we... hij ook tegen de familieleden die hij eigenlijk ook de rug had toegekeerd. Dus de familie van mijn moeder. Ja. Ja, en dat zijn wel heftige dingen dat je denkt van... Ja. Toch wow, nog even zo'n trap na of... Even een nog een beetje. trap na, waardoor ik echt heel depressief ook wel weer werd als het ware. En toen, ja, in die periode, uh, een maand later verloor ik ook mijn baan weer wederom. En uh, een maand later kreeg mijn vader de constatering longkanker. En toen dacht ik even van, nou, nu ben ik echt helemaal klaar met alles. Nu ja. zeg ik mijn, ba nu, mijn baan weg. Ik ga ermee kappen. Ik uh, zie mezelf één jaar als een experiment. En in dat jaar ga ik wel zien wat ik doe. Maar ik had geen idee. En dit is 2019. Mm, ja. ja. God, man, wat. En, en, en want je ineens komt, even je echte vader weer boven. Hoe is daar dan het contact al die tijd mee gegaan? Uh, Goed. Ja. Mijn eigen vader is in principe mijn beste vriend. Um, alleen ik woonde niet bij mijn vader. Nee. Dus ik had wel een soort emotionele disconnectie met mijn vader. Want we konden ook nergens echt met elkaar over praten. Mijn vader heeft zelf een hele heftige jeugd gehad is gaan ondernemen vanuit eigenlijk Prefere, dezelfde onge ja. ongezonde ja. motivatie. Hij heeft heel veel bereikt daarin. is nu bijna 70. Ik ben onwijs trots op hem. Alleen mijn vader heeft ook nooit het geluk kunnen vinden. Nee. En ik ben nu een soort van, maar goed, ga je naar familieopstellingen. Soms wil ik eens de coach van mijn vader uithalen. En dat wil ik eigenlijk helemaal niet, kind hè? zijn. Maar goed, je mag wel lief voor hem zijn, maar of hem begrijpen in ieder geval. Ja, maar dat wordt steeds beter. Eigenlijk na het overlijden van mijn moeder heb ik al eens gevoeld van. Soms maakte mijn vader het verlies van mijn moeder groter door zijn afwezigheid. Mm -hmm. En daar heb ik op een gegeven moment. Uh, ik had op een gegeven moment een, po een andere podcast uh, waar ik zat. En toen zei hij: Ik hoorde dat je een podcast had. En die uh, wil ik met je luisteren. Ik zei: Nou, is goed, dat gaan we doen. Dus mijn vader die zit in de auto. En die, die kijkt op een gegeven moment zo de andere kant op. Dus ik zeg: Ik tik hem zo aan. Zo, ja. Wat ben je nou aan het doen? En die was volledig in het ja, 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 En die zei: ja. Ik heb het gevoel dat ik, ik ben onwijs tekortgeschoten. En ik heb het altijd zo goed willen doen. Die pakte me ineens beet, maar die zei: maar Ik hou wel echt heel veel van jou, hè? Oh, man. En dat was eigenlijk dat ik mijn vader even een knuffel gaf en zei: Van dit is eigenlijk al die tijd wat ik van je nodig had: geen PlayStation, geen scooter, nee. geen auto, helemaal niks. Een knuffel, god. Maar de tranen schiet hier mogen. Ik vind het echt een fucking mooi moment. Ja, en en mij raakt dat ook altijd. Ik merk in mijn lijf dat het altijd dat dit soort dingen raken mij uh, ook altijd. En uiteindelijk gaat het erom dat dat, dat is uiteindelijk het belangrijkste wat er is. Dat je de connectie kan maken met ja. jezelf. En vanuit daar met de mensen om je heen. En, en mijn vader voelde zijn geluk door mij in zichzelf. En ik door mijn vader weer heen in mezelf. En dit raak mij ook wel. want... Nou, hij, heeft, hij heeft wel gedaan wat hij kon. En, um, en dat heeft me heel veel uh, schade toege. Ja, toe bijvoorbeeld yeah. noemen we dat in mijn jeugd. Maar ik, vergeet, ik kan mijn vader daar wel, zeg maar. Ik hou mijn vader er niet verantwoordelijk voor. Mijn vader deed het maar met wat hij, wat hij op, dat, op dat moment dacht wat goed was. Ja, exact. Mijn vader sloeg door in, in het ondernemen om mij iets te bieden wat hij zelf vroeger niet had. Um, ja, dus die kon mij een PlayStation geven. Dat was voor mijn vader, die dat zelf niet kon krijgen. Ja, dat was het gouden. Ja. Het gouden. Toen, en, en, ja, ja, ja. en vanuit daar, dit, dit was nodig viel om vanuit dit wat ik allemaal nu doe, was dit nodig om dit te kunnen doen. Dus wederom. Mijn vader voelt het als falen, maar ik ben mijn vader onwijs dankbaar. Ik ben mijn moeder onwijs dankbaar. Zelfs mijn stiefvader onwijs dankbaar. Dat dit eigenlijk allemaal is gebeurd. Ja. Want had ik mijn moeder willen verloren? Nee. Maar ik ben dankbaar voor dat het is gebeurd. Want ik kan hierdoor een diepere betekenis geven aan wat ik doe. In mijn leven. En vanuit, die, vanuit dat perspectief, andere het perspectief bieden. Dat wat er ook gebeurt. Jij altijd in staat bent om. Ja, die ster te zijn die wel weer kan schijnen. Zeg ja. maar. En dat daar dus die donkere periode. Voor is. Ja. En jij zei ook net, kijk, je gaat weg bij de radio. Ja. Ik, ik, ik heb wel een klein beetje research gedaan. Ik weet natuurlijk al langer wie je bent. Maar jij bent ooit ontslagen bij 3FM. Zeker. Ja. Wat maakte het dat je vervolgens weer aan de bak komt bij iets anders? Ja, dat ik er gewoon niet akkoord mee ging. Uh, dat is wel grappig. Want ik dacht gewoon van ja. Ik, weet, ik ben gewoon de volgende dag toch naar mijn werk gegaan, eh, omdat ik dacht, ja oké, okay, dan word ik niet betaald. Dan ga ik hier stage lopen bij wat toen het 3FM Nieuws was. Ik ging, ja, dus ik dacht, ja oké, okay. ik, vond, ik vond het echt niet tof, maar ik dacht, ja ze kunnen me niet ontslaan, want ik kan toch blijven doen wat ik wil. Ja, ja het was, ik heb er niet over na. 100% en vervolgens ben je weer ergens anders gaan werken ja. en werd het, werd het daar beter. Ja. Dus dat zeg ik, eigenlijk is dat die donkere energie die ja. je dan omhoog haalt, die Eerlijk. soort wilskracht van ik zal je laten zien. Ja. Maar het is, we zien het dat is. als jij het je zo zegt, helemaal me fucking veel gebracht. Want daardoor wist ik ook wel uh, heel goed wat ik nooit meer wilde. En uh, ja, dat is inderdaad ja. En, de, en dus is dat dus en dat is interessant is. Dus je hebt die donkere energie wat we vaak zien als het, dat moeten we wegstoppen. Ja. Want we moeten altijd de positieve Shine versie lekker. laten zien. Leuk, ja. maar ik zeg altijd als jij daar altijd um, die positieve versie van jezelf laat zien, laat je altijd maar de helft zien van jezelf. En het is juist zo interessant om te kijken, kan die donkere kant ook zijn? Ja. Want die donkere kant is dus nodig om jou in staat te stellen om, om dat te gebruiken als die juist krachtige energie. Ja. En als je dat benut, kom je dus ook uit op de plekken waar je wil. Ja. Alleen de perceptie die we daar dus wederom op hebben, is een perceptie van ja, ik ben daar ontslagen, dus ik ben gefaald. Nee. Ik ben daar ontslagen, Is dus een mogelijkheid om te groeien. Ja, maar dat moet je wel zo durven zien. Ja, nou, en je moet de helderheid hebben om zo te denken. Want jij neemt ons net even mee naar een hele donkere, zwarte periode van jou. waarbij je op een gebouw staat en denkt: uh, Nou, dit is ook ja. uh, een uitweg. Ja. Uh, dat is voor jou een beetje de tijd geweest van uh, de kou, hè? De, 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 de ijsbad. Ja. Uh, dat je gewoon, en ik herken dat wel heel erg, wat eigenlijk gek is. Of is dat juist misschien de grap, ik weet niet hoe jij het ziet, omdat je dan, kijk, als je in een ijsbad gaat voor de mensen die het wel gedaan hebben, ja, het is waanzinnig, ik raad het ook echt iedereen aan. Uh, en het, ja, ik weet nou niet of je heel veel voelt of heel weinig, maar die, in ieder geval, ja, hoe zie jij dat? Het ijsbad is, ik zeg altijd, het ijsbad is niet eens het echte ijsbad. Dit hier, alle Hier is, dat het is het echte het. ijsbad. Ja, absoluut. Um, en ik stop mensen niet in het ijsbad om te zeggen: lekker en voor een foto op Instagram nee. of het herstelprotocol. Nee. Ik stop ze erin om de patronen te leren. de patronen van hun te zien, zodat ze die zelf leren herkennen en reguleren. Um, en, en daar doe ik dat voor. Maar wat het mij bracht, in eerste instantie in die periode. Ik, um, ik dacht, ik voel, ik voel mijn lijf al jaren niet. Dit is een, uh, mijn lijf is een, wandel, is een voertuig van mijn, van mm -hmm. mijn, van mijn kop, zeg maar. En toen dacht ik bij mezelf: nou, als ik uh, hier, ik, ik, ik nam een dip in de zee, en toen dacht ik: wow, nu voel ik ben uit mijn hoofd. Ja. Ik heb rust in mijn kop, en daarna voelde ik me bam levend. En toen dacht ik: zo, als dit is dus kan. Dan moet ik hier iets mee. En, en uh, daar zat nog voorafgaand dat ik uh, mijn eerste ademsessie ooit had. Dat was dus een breathwork sessie in Ibiza. Geen naar een retreat, eigenlijk als een soort voor mezelf laatste redmiddel. Dit was uh, burnout 2, Je moeder was al geleden. Ja, dat was die periode. Dat was dus ook in 2019. Ja, ja. Toen ben ik in september naar, naar Ibiza gegaan, naar retraite. En ik had dan nooit gehoord van breadwork. Ik had echt zoiets, ik weet nog dat, dat is heel grappig. Ik weet nog wel ik aan die man vroeg, wat is breadwork? En toen zei hij, you don't know. Ik zei, no, uh, maar er stond daar een vrouw al twee dagen lang vol passie iets over eten te vertellen. Ik dacht, we gaan daar iets met brood doen. Ja, breadwork. Ja, ja breadwork. Ja, en zij zei, je moet lachen naar de tomaten, want dan krijg je de energie terug. En dat is, uh, ik heb hem met plezier, heb ik ze plat gestampt met, mijn, met gronden. En ik dacht, nou, we gaan iets met brood doen daar. Dus heel grappig, ik had geen idee en die, en die, die guy die heette Nick en die zei... Uh, ...oh uh, nee, 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 het is met, het is met ademhalen. En toen zei hij, nog nooit gedaan? Toen zei ik, nee. Maar wat gebeurt er dan? Toen zei hij, you'll see tomorrow brother, zei hij tegen me. En de volgende dag had ik daar dus een onwijs mooie verbonden ademsessie. Ja, daar heb ik... Dat kan best wel diep gaan. Daar heb ik mijn moeder letterlijk, gewoon zoals wij hier zitten, gewoon gezien. Gesprek gevoerd. Of het, waar het zich afspeelde, I don't know. Nee. Maar het voelde als echt. En, en daar heb ik afscheid kunnen nemen van mijn moeder mezelf vergeven voor alle shit die ik mezelf heb laten gebeuren. Um, en mijn stiefvader. En mijn eigen vader. En daarna was het een soort van mijn borst ging open. Nou, dat zeg je, je lag dan waarschijnlijk te schokken. Eerst Alles even. Ik heb geschreeuwd, gegild als een klein ja, kind. Ja, ja, ja. En waar het vandaan kwam, I don't, ja, dat wist ik wel. Maar hoe het ontstond in mij, dacht ik, wow, ik heb gewoon geen controle over mezelf. Het gebeurt, het gebeurt. En toen dacht ik, nou ja, vroeger astmatisch geweest. Maar nou, toen nog niet, lijkt het zo te zijn. Ja. Ik kwam uit dat, uit die ademsessie. Iedereen helemaal in tranen, maar ik was helemaal charts en ik dacht, wow, hoe kan het dat zij ze zo kut voelen joh? Niks zo goed. Toen heb ik mijn, ik, ik had daar geen schoen aan, maar ik ben gewoon in mijn zwembroek zonder telefoon, dat hek uitgelopen. Zij zei: Dat is ongebruikelijk. We zitten hier in een proces. Ik ze goed: maar de energie hier is niet goed, ik ga weg. <laughs> en toen ben ik naar buiten gegaan ben ik gaan rennen naar, naar ja, Calatarida, was dat, die plek in, 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 in Ibiza. Daar was een berg. En die had ik gezien in die, in die sessie. En toen ben ik naar nou, naartoe gezwommen, boskooi, nee. heel Ik ben op die rots geklommen en ik ben bijna van ongeluk, hoor. ik sprong bijna op een andere rots. Maar ik ben er gewoon afgesprongen met een soort oerkreet. Ik kwam in dat water terecht en schreeuw in het water. En boven kwam ik met een soort laagstaande zon. Dat klinkt bijna als een film. Nou, het is is een dacht ik, oh, dit is het leven. En, en toen heb ik besloten, hier moet ik iets mee doen. <laughs> Astmatisch <laughs> geweest, lastige start. Ademhaling is dus de sleutel naar zowel fysieke als mentale gezondheid. Uh, daar ga ik iets mee doen. En toen ben ik eigenlijk gewoon literatuuronderzoek gaan doen van oké, okay, wetenschappelijk onderzoek, hoe werkt dat? Wat gebeurt dus inademt? Wat gebeurt dus uitademt? Hoe werken al die onderliggende mechanismes binnen mijn systeem. Yeah. Ik ervaar stress, ik ervaar trauma. Hoe komt dat? Hoe, hoe zit dat in mijn lijf? Een depressie, wat is dat? Toen kwam ik erachter, nou, dat betekent dus als je te lang je gevoel onderdrukt, dan wil dat gevoeld worden. En dan loop je dus vast. Overal, daar worden yeah. mensen letterlijk ziek van. En toen dacht ik bij mezelf, oké, okay, wauw, hier heb ik mijn mijn missie, mijn roeping ja. gevonden. Dat had ik die ademsessie voor nodig. Ja. Mooi man, ja, het is, maar dat hoef ik jou niet uit te leggen, want je bent ook instructeur bij hem en, ja. en als onderdeel van, van ademhaling. Dan heb je het al snel over Wim Hof. Ja, dat is natuurlijk heel erg vergelijkbaar met hoe hij na het overlijden van zijn vrouw gewoon heel erg, nou, een hoop aan helemaal niet wist hoe het in het leven moest, maar wel dat als je dan in dat ijskoude, dan je voelt gewoon iets wat, wat. Nou, laat ik het zo zeggen. Je, je voelt je lijf. Je, voelt niet, je hebt geen boodschappenlijstjes of to-do listjes. Nee. Je hebt gewoon je, je lijf waar je echt denkt: wow, boom, dit voel ik weer. Ja. Daarna komen de neurotransmitters, dus dopamine, oxytocine, serotonine en daffine vrij. Waardoor je gewoon. Wow, denkt, zo. En je voelt je verbonden met jezelf. Ja. Dat voelde ik mijn jaren niet. Ja. Dus ik, ik dacht: ademhaling in combinatie met de kou. En een goed gesprek over het leven. Dat is voor mij eigenlijk, zeg maar, een soort van. Nee, ik wil nooit zeggen een methode, want ik vind ik ga naar de bron. Dan principe ze dan kijken naar wat heeft iemand nodig? En vanuit daar ga je werken. Ja. En dan is er dus weer wederom die toolbox waar je het kan rijken van hé, hey, hoe slaap je eigenlijk? Ja, ik ben laatst aan de dokter geweest en ik heb ox oxazepam gehad. <laughs> oh. <laughs> oké, okay, maar welke vraag stelde je aan de dokter? Ja, ik slaap slecht en hoe kan ik beter slapen? Klonk. Oxazepam, laten ja. we een symptoompje onderdrukken. En toen zei ik ook oké, okay, interessant. En toen ben ik dat ook weer gaan onderzoeken. Want mijn arts, die zei dat ook tegen mij. Ik ben jarenlang naar, met paniekaanvallen naar bed gegaan. Sterker nog, ik was bang om te gaan slapen, omdat ik dan weer die paniek kreeg. Ja. Waar sliep ik mee? Met oxazepam. En mijn moeder is heel zwaar verslaafd geweest aan medicatie. Altijd imigram en voor haar migraine, elke dag weer. Mijn moeder moest ook sparen om uit eten te gaan, als ik dan één keer in de zoveel tijd haar uh, ja. bezoeken. Dus ik had altijd wel ook een aversie tegen medicatie. Als ik hoofdpijn heb, ga ik een ademoefening doen. Dan ga ik, niet, uh, ga ik geen paracetamol nemen. Dat ik weet, hey, ik heb zelf invloed op mijn systeem. Maar daarvoor moest ik leren hoe mijn lichaam werkt. En, en het interessante is dus, wie weet er nou echt hoe zijn lichaam werkt? Wie weet er nou hoe zijn brein eigenlijk in elkaar steekt? Wie weet hoe zijn zenuwstelsel werkt? En wie weet hoe die zichzelf dan kan reguleren? Bijna niemand. Nee. Ik dacht, nou, dan ga ik, dan ga ik dat zorgen dat ik dat weet. En dat ik dat kan doorgeven. Het is wel een leuke, ik daag je uit om, want, want dit is iets dat al regelmatig is uitgelegd. Um, maar ik zou het gewoon echt voor, voor kinderen, ben ik benieuwd. In, 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 nou ja, neem de tijd die, die je ervoor nodig hebt. Maar even gewoon zenuwstelsel, parasympathisch, sympathisch. Ja. Uh, ik ben vijf jaar oud. Interessant. Um, dan zou ik dus zeggen: 's avonds je mond aftepen'. Nee, ja, nee, maar nu ga Nee, nee, nee. Maar je moet het <laughs> mij uitleggen hoe het werkt. Hoe het werkt, als in? Als in. Hoe, met, met, met die verschillende. Wat dat paars en PTC is. Nee, en, nee. en wat me rust geeft en wat me juist focus geeft. En, uh, de, dat. Het is heel simpel voor mij hè, dan. Ja, nee, dan. Um, maar, maar ik ben vijf. Je bent vijf en um, je, je, je gaat over je, je bent nog niet ontwikkeld. Nee. Nou, oké, okay, dan ben eerst ik, Sorry, ik ben zeven. Nou, in ieder geval, ik, ga, zeven. ik Ik ben jong, ik ga dit snel, ik maar, jij gaat me je uitleggen bent nu hoe het zeven, je zit. Ja. Je zit al op TikTok, je hebt ja. klasgenoten die ja. meer likes krijgen dan jij. Ja. En daardoor voel jij je al minder waardig. En daar hang je het aan op Dus je lichaam ervaart stress. Ja. Dan zit je in de sympathische tak van je zenuwstelsel. Oftewel in de fight flight. Nou, dan kun je nog kiezen. En ja, dit ja. snapt een kind toch allemaal niet de sympathie nee. fight flight. Nee. Maar goed, oké. Okay, ja, ja. Maar dan zou je dus kunnen zeggen. Ben jij achter de beer aan het aanrennen of de beer achter jou? Zo kun je het zien. Hmm. En dan zou je er een kind kunnen zeggen: Hé, hey, de beer is nu achter jou aan het aanrennen. Adem maar even langer uit. En, en inademen is activeren, uitademen is ontspannen. Letterlijk ontspannen. En, en als we kinderen leren op school niet wat ze moeten doen, in de zin van uh, hoe uh, die Pythagoras. Uh, nee. op, maar hoe het lichaam werkt, in de zin van als je inademt is dus activatie, uitademen is dus ontspannen. Dus als we kinderen leren hoe ze moeten ademen, als we kinderen daarin zouden leren hoe hun lichaam werkt, hoe het biologisch, fysiologisch gezien werkt, dan denk ik dat we een generatie gaan opleiden ja. die zelfkennis heeft en daarin dus ook kan herkennen, erkennen, reguleren, wanneer het dus minder gaat. En ik, ja, dat zou een heel mooi iets zijn als we dat zouden kunnen. Top, doen. Ja. Want dan ga je weer uitademen langer, zorgt er dus gewoon voor dat we meer in rust zijn en kunnen herstellen van de. Van de stressoren die we in de dag hebben ja. ervaren. En, en dat zijn het nu op dit moment onwijs veel. We zitten maar te scrollen, we, we eten ja. te veel. Wat allemaal, nou ja, je, je hebt ook met Joep uh, gesproken. Dat is allemaal laagdadige ontstekingen. Dat wordt het chronisch. En, en zo lopen we dus ook chronisch in stress. Ja. Voetballers staan chronisch onder druk, dus dat is chronisch onder stress. En dan is het juist de kunst om iemand juist, mm, lijkt het zo te zeggen, het is heel makkelijk om nu je hebt special voor seizoen gedaan, ja. om te God. zeggen nou Giel ga maar staan doe maar twintig jumping jacks en dit en dit en dan ga ik ik wil jou een zijn maken dus ik ga onwijs tegen jou gillen en, uh, en dat is zo makkelijk maar jou laten terugschakelen om absoluut niets te doen dat is tegenwoordig een kunst yeah. ik wil mensen die kunst leren yeah. en leren hoe ze die zelf kunnen reguleren yeah. Is daar ook wel, ik vind het goed dat je het noemt, is daar ook wel een onderdeel van, wat je dan misschien minder in het programma ziet, maar een echte special force is, moet dus juist, ik zeg niet dat ik er ben, maar ik heb meegedaan aan het programma inderdaad, moet juist heel erg daar tussen schakelen. Wat, wat ik, ik heb zelf een van mijn beste vrienden werkt bij, uh, bij Defensie, bij zo'n uh, ja, zo ja. En die, die, die wordt aangeleerd om iets te onderdrukken. Ja. En, en dat is niet natuurlijk. Nee. Dus hoe meer jij onderdrukt, hoe meer je op termijn gaat voelen wat gevoeld moet worden. Dat, is ik al, dat moet je doorvoeren. Maar wat doen we? Wegstoppen, want anders ben ik zwak. Dat ja. is het mechanisme wat ja. wordt aangeleerd. Ja, nou nee, ja goed. La, en de, daar is de Marine een, een heel concreet, uh, echt levens uh, be, van levensbelang voorbeeld van. Maar ook in ons dagelijks leven. Is het gewoon soms wel even praktisch, makkelijk. Ik wil niet zeggen dat het best is. Maar wel logisch dat je denkt. Nu even niet. Ja. Uh, maar ja, dat betekent wel dat je er later nog wel iets mee moet. Nou zeker. Kijk, uiteindelijk. Ik, ik mag nu toevallig bij Defensie binnenkort een sessie gaan doen. PTSS, daar lopen best een veel jongens mee. Absoluut ja. En, en ik zeg op termijn, loop, maar, loop lang genoeg met iets wat jij onderdrukt en je lichaam wordt ziek. Het lichaam ja. gaat tegenstribbelen, in, dan wel in de vorm van een burn-out, vastlopen. En dat die shit projecteren we altijd op de mensen ja, die we het meest lief hebben. Mm. En daarin denk ik, joh, als we daar eens bewust van zouden worden en daar dus ook bewust preventief mee bezig zijn. Ja. Ja, dan kunnen we zoveel. Nee, maar ik bedoel, zeg, ik vind het te makkelijk om dan te zeggen: ja, je moet het niet wegstoppen, je moet het gewoon gelijk even zo voelen. Uh, nee, maar want dat... Dat, dat kan gewoon heel vaak. Uh, Wat... In die situatie zeker niet. Wat maar... mensen dan doen, is dan gaan ze voor de quick fix. En die in mijn optiek bestaat niet. Nee. Het gaat erom: er is een, een ritme van je lichaam. Sicariaans ritme, dat is het ritme van 24 uur. 12 uur licht, 12 uur nacht. Wat doe je als je wakker bent? Wat doe je voordat je gaat slapen? En, en, en wanneer ga je werken met het ritme van je lijf? Een bioritme aanhouden. Je lichaam kent geen weekend. Zorg ervoor dat je consistent, gedisciplineerd daaraan werkt. Dan is ook de kans dat dat allemaal gaat gebeuren minder. Mm -hmm. maar, maar als we daar meer mee bewust zouden zijn en dus ook dingen al gewoon in onze gewoontes aanleren. Dus bijvoorbeeld, ik douche elke dag koud. Ik doe elke dag mijn mond aftepen voordat ik ga slapen. Ik doe een ademoefening voordat ik ga slapen. Ik doe een ademoefening om, om, voordat ik wakker word. En zo heb ik meerdere keren per dag echt gewoon dingen waarvan ik denk dat zijn non-negotiables. Yeah. Want slapen is super belangrijk. Ja. Yeah. En wij zijn in de maatschappij ook weer, slapen nu als je dood bent en uh, oh ja, het leven is een feestje. En, uh. nee, die maar als ken je ik niet goed slaapt, ga je de dood. Dus dat is, ja, gewoon, ja. Dat is, de, ja. dat is gewoon de wetenschap. En ja. dan denk ik, wat je overdag dit is hoe je slaapt. En hoe je slaapt, is wat je overdag kan. Want dat is namelijk je weerbaarheid. En, en tegen bijvoorbeeld jongens die studeren nu nog, daar zeg ik ook tegen. Die nacht die je hebt overgeslagen, is dus eigenlijk een dag die je verloren hebt. Hoezo dan? Dus, nou, in je slaap, daar sla je het op. In jouw remslaap, daar is het waar je je hersenen opslaan... wat je hebt geleerd en alles mm. kunnen verwerken. Ah, ja. ja. ga gewoon eerder naar je nest. Ja, het klinkt heel stom, <laughs> want je denkt... Ja. ja, maar ik moet nog al die dingen lezen of ja. doen of checken. Ja, nee. Uh, en en um, dat is misschien moeilijk om van jezelf te zeggen... maar ik kan me voor, voorstellen dat met wat jij hebt meegemaakt... en waar je nu staat... en dat je toch best wel de controle daarop wil blijven houden en dus heel erg van dat soort routines disciplines hebt. Ja. En daarmee misschien nog best wel streng voor jezelf bent of hoe uh... nou, eigenlijk niet het, het helpt me en omdat het me helpt doe ik het alleen waarom doe ik het is er zijn kijk ik zag het uit. We hebben eigenlijk nergens echt controle over boven over dit en de manier waarop we handelen. Met maar, dit bedoel je je brein. Maar heb je daar controle over? Niet altijd. Nee. En, en dat is ook weer interessant. Gedachten hebben we, maar we zijn ze niet. Nee, exact. En, en dan is het... Als jij een wolk voorbij ziet komen... en je kijkt ernaar... dan zeg je: ben jij die wolk? Nee. Oké. Okay. Dus als die gedachte komt... ben je dan die gedachte? Nee. nee. Waarom identificeer je, je dan de hele ja. dag mee? Dus dat is interessant. Je kan hem dan kiezen. Je hebt, je hebt superveel gedachten per uur. Ik geloof vijftig. En, en uiteindelijk kun jij elke keer weer kiezen. En elke dag dat jij opstaat... kun je kiezen. Elke dag... En dat zou je zelf zo ook misschien wel ervaren, want we zijn gewoon mensen. Elke dag sta je op en denk je, oh, dat ligt mijn bed zo lekker. En dat is een gevoel. En, en, en uiteindelijk zeg je, hoe krijg je jezelf uit bed? Dat is met je mind, dat is gewoon thema. Dus dat is ook weer daarin een soort van discipline tonen. Niet altijd, maar uiteindelijk elke dag steekt er iets zijn hand uit naar je. Is dat teleurstelling? Dat kan zijn. Vandaag gaan we winnen, vandaag gaan we verliezen. Vandaag ben ik vrouwelijk, blij, noem maar op. En elke dag kan je kiezen wie die stem van jou krijgt. Wie geeft je een hand? Mm -hmm. En uiteindelijk probeer ik elke dag iets te doen van elke dag is weer een nieuwe dag. Gisteren was gisteren, kan ik niet meer veranderen. Elke dag is een nieuwe dag. En op die wijze probeer ik wat ik dus zelf niet kan controleren. Probeer ik door de routines die ik heb, wordt het wel te managen. Ja, te, ja, en maar... dat is waarom ik het doe. Dus wat ik niet kan controleren, wordt beter te managen. Doordat ik zelf invloed uitoefen op mijn systeem. Ja, net ja. zoals de nou ja, heel concreet voeding. Je gewoon weet van, hé, hey, als je... Nou ja, goede voeding in ja. je motor stopt, dan zal dat ja. in ieder geval. Ik, ik, ik ja. moet altijd zeggen, en dan mag iedereen weten: eten is mijn blinde vlek. Ik hou onwijs van eten. Ik vind ja. het gezellig. Als wij je bitterbal hadden, had ik, hem, ja, ja. had ik hem daarna lekker naar binnen geschoven. Alleen ja, dan zeggen mensen wel eens: Ja, maar jij, jij eet wel bitterballen, dus jij mag niks zeggen over voeding. Ja, vind ik ook weer altijd wel heel interessant. Dus dat, daarin schetsen we <laughs> de kaders voor elkaar van wat we wel en niet mogen. En dan denk ik: doordat ik eigenlijk geen wetenschappelijke, of laat ik zeggen universitaire ja. studie heb gedaan. Kan ik dus zo heel breed rijken uit die toolbox? Want binnen een opleiding worden kaders ges geschetst. Ja. En dan gaan mensen ook binnen die kaders denken. Dus als ik zeg tegen jou, nou, we gaan. Uh, ja, we werken bij een uh, mooi bedrijf. En we willen de, de, de nieuwe topschoenen uh, doen, maar onze divisie is niet helemaal top. Dus we, we hebben concurrenten die doen het veel beter. Ja. Wat mensen dan zeggen, is oké, okay, we moeten kiezen tussen 1 tot 3. Maar die vallen eigenlijk weg, want die gaan naar, de, naar die andere drie, naar die top drie. Dus wij vallen weg. Dus wij moeten kiezen van 4 tot 20. Nou, er zit daar zo'n bestuur netjes in dat pak waar ik ook in zat. Wat gaan zij doen? Zij krijgen het kader geschetst van 4 tot 20. Dus zij gaan kiezen tussen 4 tot 20. En omdat dat kader geschetst is, is er niemand meer in staat om te denken... hoe kunnen wij het voor elkaar krijgen om de 1 tot en met 3... Ja. Maar Volkijken. dat is met scholen ja. natuurlijk, zijn er echt dat experimenten van, 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 van kinderen die uh, nou ja, ze gewoon naar het gymnasium hebben gestuurd, terwijl ze ongeveer op uh, uh, ik noem speciaal en... onderwijs. En, en natuurlijk ja. worden ze positief erin meegetrokken, andersom dus ook. Dat 100% ja. Maar het, 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 de grap die ik daarin dus zie, ik heb alle niveaus gehad, als we aangezien bij basisleugenaar ja. ik tot dat, de universiteit en noem maar Maar hoe meer je daarin binnen die kaders denkt, hoe meer je gaat analyseren. Hoe meer je hier ja, zit, ja, ja. hoe minder je voelt. Minder, wat ja, wil ik eigenlijk? Ja, ja. ja, ja, ja. Dus minder intuïtief. Ja. Uh, maar ik doe dat, uh, ja, analyse paralyse. Dus net zo lang analyseren totdat je verlamd, waardoor je helemaal geen keuzes maakt. Dat is wat we eigenlijk ook wel ja. vaak doen. Maar dat is, dat is precies, nou ja, ook weer even terug naar het ijsbad. Ja, dat zou ik toch best een shortcut willen noemen, waarbij je heel snel van denken naar voelen gaat in ieder geval. Uh, Ademhaling is de poort naar je fysieke en mentale gezondheid. Um, en de kou is voor mij een manier om dat echt in combinatie dan te voelen. Ja, ja. we gaan even naar. Uh, je hebt al wat dingen erover gezegd, maar uh, een standaardvraag: Namelijk, wat is jouw ochtendroutine? Dus er gaat een wekker. Ja, oké. Okay? Ja, ik, ik heb geen wekker. Nee, ik okay. heb een wake-up light. Dat is die ja. uh, subtiel, uh, ja. subtiel zonsondergang uh, op opgaan. Op. Ja. Uh, dan word ik wakker, direct gordijnen open. Direct een eerste synchronisatiemoment met, met daglicht. Waarom? Mijn, dan, dan zet ik dus eigenlijk mijn circuitaans ja, ritme in gang. Dus mijn lichaam denkt. Hey, wacht, we moeten dus deze hormonen blokkeren. En, en je bent dus wakker. Ja. En dan komt mijn lichaam op gang. Dan loop ik direct naar, de, naar, de, naar mijn uh, waterfilter. <laughs> en dan neem ik twee glazen water. Waarvan één met keltisch zout, namelijk uh, ja, natuurlijke elektrolyten. Um, en dat doe ik omdat in je slaap verlies je tot 42% vocht. En dat is ongeveer een halve liter verliezen per nacht. Nou, ik slaap dan met mijn mond afgetaped, dus die trek ik eraf. Ik vul mijn vocht aan. Voor de mensen die uh, nooit een <laughs> eerdere aflevering hebben beluisterd met Casper met van de Meulen of uh, welke biohacker dan ook, zou ik willen zeggen. Dat is dus om uh, door je neus te ademen, wat nou. by far een betere ademhaling is... Ja, uh, en denk je dat het nog steeds nodig is? Maar je kan ook denken, na zoveel nachten dat je me aftept, snapt uh, je mond ook wel dat hij dicht moet blijven. Ja, alleen omdat ik zo astmatisch ben geweest, vroeger, ja. is mijn hele nasale systeem. Is, uh, ja, ja, ik ben ja, ja, heel ja, ja. vaak klink ik verkouden. Dan ben ik het niet. Maar dan, als ik, dan moet ik ja, zeg maar dit ja. doen. En dan is dat letterlijk een verademing ja. voor mij. Um, en dus ik heb dan van die stripjes op hier. Ja, wat, en, wat en dan wijder, mijn mond afgeteept. Ja, ja. dus, ik vind het ook absoluut niet sexy, maar is het wel voor me gewend al? Ja. Um, dus ja, dan, dan heb ik dat ja. water. Dan start ik met een ademoefening, die ik doe voor minimaal 10 minuten. Uh, om echt eventjes, nog voordat ik mijn telefoon heb gehad, niks, geen schermen, heb ik eventjes een moment dat ik denk echt voor mezelf. En wat voor een ademhalingsoefening hebben we het over dan? Um, ja, dat verschilt daar. Ik doe dat puur intuïtief, maar vaak is dat of box vier in, ja. vier uh, vast, vier uit, vier vast. Um, of vier in, vier vast, vier uit. En dan vast totdat ik echt voel dat ik me. Maar moet wel aandacht. een beetje een upper dus. Ja, en dan begin ik ook nog wel eens tien keer power Dus dan zeg ik. Ja. En dan daarna vast. Om, om daarna weer een beetje op te, op te yeah. peppen. Ja. Yeah. Daarna doe ik hem. Eigenlijk zet ik de intentie voor de dag. Dus hoe wil ik dat mijn dag verloopt? Wat heb ik vandaag te doen? En dat doe ik allemaal. Met mijn ogen dicht op mijn kussen. Met de zon in mijn gezicht. Um, en, en dan ga ik pas mijn dag in. Dus mijn dag start eigenlijk helemaal vanuit rust ja. en intentie. Um, en, en dan ga ik een koude douche. Een en uh, in dit verhaal, omdat het blijkbaar een zwakke plek is, nee hoor, dat heb je net zelf gezegd, maar voeding, wat, nou. uh, hoe, wat doe jij 's ochtends daarmee? Ik eet niet tot 12 uur. Nee. Dus ik doe dan intermediële vasting. Uh, niet altijd, soms heb ik echt zoiets, uh, dan denk ik, wow, vandaag zit ik, heb ik een intense dag, dan weet ik, ik moet even iets hebben. Ja. Omdat ik mezelf wel de juiste brandstof moet geven. Om, me, om vandaag mijn doel te kunnen halen, ik zeg altijd: prestatie komen voort uit het gevoel dat je voldoende energie hebt. Nou, dan heb ik dat nodig. Um, en, en ja, dan, dan eet ik de dus ochtends niet. Nee. En dan om 12 uur eet ik eigenlijk gewoon altijd wel een uh, ja, normale maaltijd. Ja. En dan ben ik toch ook wel benieuwd in uh, nou ja, jouw leven wat dan je avondroutine is. Nou, ochtends is eigenlijk intern beginnen, ja. dus extern winnen. Dus om het interne eerst op orde te hebben voordat je start, kan je extern beter zijn. Dan doe ik, in die dag heb ik gewoon mijn stress horen. En, en dan eigenlijk om 8 uur start ik alweer met terugschakelen. Dus ik eet niet meer na 8 uur. Lukt niet altijd. Ik <laughs> ben ook mens. Maar dat is wel uh, waarvan ik weet dat het werkt voor mij. Zo is ook je klok ingericht. Dan om 9 uur start ik de afgifte. En dan weet ik, oké, okay, mijn lichaam moet nu klaarmaken, uh, klaar worden gemaakt voor bed. Maar uh, daar ben ik dus heel streng op. Dan heb ik een blauw lichtfilterbril die ik opzet. Echt zo'n bijwerker nu. Dan zit er zoveel studieën in. En dan ik, oh, <laughs> nee, ja, telefoon is dan minder yeah. van invloed, natuurlijk qua licht, maar nog wel een prikkel. Yeah. Dus die prikkels probeer ik te schakelen. Uh, van de week zei mijn uh, vriendin tegen mij: Zo special voor ze kijken. En dan zei ik: Nee, niet voordat we gaan slapen. Nee, nee. Dus dan, dan doe ik geen. Dan lees ik een boek. Doe ik echt wel rustige, rustige dingen. Lekker muziek op. Uh, ook geen podcast meer. Dat is allemaal weer info. Mm -hmm. Um, en dan ga ik eigenlijk nog, ja, toen ik lezen. dan heb ik uh, zo'n uh, rood lichttherapie lamp, die heb ik nu uitgeleend aan een jongen die geblesseerd is, maar die zet ik dan ook nog neer en dan ga ik met dat licht ga ik lezen. Dan, is, dan heb ik geen blauw licht. Nee. Um, uh, en ja, wat is de kracht daarvan? Ik moet zeggen dat ik, ik vind het gewoon best wel lekker warm. En tegenwoordig in mijn meditatiemomentje. Ik heb er even een in zijn gehad. Ja. Uh, nou ja, zet ik dat. Maar ik weet eigenlijk niet zo goed wat het is. Hij nou, vertelt dat als je het op je ballen doet. dat je ook heel vruchtbaar ervan wordt. Ja, dus dat is sun <laughs> ja, Eigenlijk moeten we daar. Nou, niet wel. <laughs> moeten we even. <laughs> een beetje ballen in de zon gaan zitten. <laughs> ah, want ja. dan neemt het daar. Nou, waar de zon nooit schijnt, zeg maar. de vitamines op. De ja, vitamine ja. D. Uh, maar nee, in principe, rood lichttherapie zeg ik altijd. Uh, is om ja, beter door te dringen. Het licht dringt door tot in de spieren. Daardoor is je lichaam beter in staat om via je mythogondriën, energieleveranciers naar de cel, meer energie te produceren in het lijf. Uh, dus dat. Ja. ja. En, dan, uh, en dan plak je je mond af. Dan plak ik mijn Hoop mond ik af. dat je ook nog even contact en je ik neem weer. een warme douche. Waarom dat, Oh, dat, okay. dat zorgt namelijk voor dat die hitte, zorgt ervoor dat ik mijn lichaamstemperatuur verlaag ja. voordat ik ga slapen. Ja. Ook weer daar, niet te warm hebben, maar nee. dat merk ik zelf, want dan weet ik me kapot. Ja, ik heb ongeveer 38 graden. Oh, en, dan, uh, en dan doe ik een ademoefening, vier, nog voordat ik mijn mond afplak, 4, 7, 8. Waarbij 4, je dus 8, langer uitademt. Ja, ja, om mezelf dus terug te schakelen en in het adem vast te houden, gaat eigenlijk ook mijn hartslag omlaag. Uh, en zo, dat zijn eigenlijk allemaal voor mij weer momenten om mijn lichaam klaar te stomen. En je onderbewustzijn en je bewustzijn kennen geen verschil tussen de twee. Dus als ik dat iedere dag bewust doe, zeg maar onderbewustzijn, ah, dan gaat die gozer dit weer doen... Ready for bed en dan ga ik slapen. Ja. En dat meet ik ook dan met uh, met uh, met deze ring. En dan kan ik iedere nacht uh, kan ik zien uh, ja, hoe ik geslapen heb. En ja. Ik, ik, ik ben een soort slaapkampioen. Ik heb echt onwijs goede slaapkwaliteit. Terwijl dat was echt gewoon nooit zo. Nee. Dus daarom ben ik allemaal eigenlijk alles wat ik voor mezelf ben gaan onderzoeken vanuit shit ja. was noodzaak. is mijn kracht geworden waarmee ik nu dus zeg maar gewoon ja. Uh, voetballers, artiesten, je neemt het aan het begrijpen. Nee, en ik snap het. En ik, en ik uh, het, 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 het fascineert me, Triggers me. Ik heb niet voor niks uh, voor Kukuro uh, nou ja, een heel webinar gedaan, waarbij, ja. nou ja, ik probeerde de term biohacking te vermijden, maar dat is wel waar het over gaat. Ja. Maar ergens. Als ik jou dan ook weer met die ring, zit er altijd, ja, dat zegt meer over mezelf hoor, maar een soort van aversie. Ik denk van, oeh, dat is allemaal wel heel controlfreakig. Ja. Ik heb ook een beetje iets van go with the flow. Eens. Uh, ja. Ja. Wat ik altijd zeg tegen de jongens is, voordat je dit checkt, ga eerst eens even bij jezelf na in dat moment van je ademhaling. Hoe zit ik erbij? Hoe heb ik geslapen? Hoe voel ik me? Ja. Check je lichaam eerst voordat je gaat meten. Meten is weten, voelen is dieper weten. Dat zeg ik altijd tegen ze. Nice. Ja. En nou ja, s'avonds zijn die boeken dus gewoon chill. Maar ik heb jou ook gevraagd om uh, drie boeken te noemen die jou in jouw reis uh, ja, tot met waar je nu staat uh, heel erg heeft geholpen. Ja. Ik ben benieuwd, ik weet, ik weet helemaal niet, misschien ben je helemaal geen lezer. Nou, ik lees uh, elke dag ja. een kwartier. Uh, dus ik lees best wel een ja, s in s'avonds. Ja. Ja. Dus dat is ook nog onderdeel van de routine. Ja. lezen, s'avonds lezen. Dan lees ik ongeveer 30 pagina's per dag. Dus een half uurtje wel ongeveer. Hmm. Um, ik vind uh, het geheim van levenskunst vond ik een heel mooi boek. Die is van Rijsrich Patel. Oh ja. Je hebt het uh... al. Je bent het al. Alleen je weet het nog niet. Dat is eigenlijk een beetje de essentie van het ja, boek. Ja, dus het zit in je. Ja. je bent goed genoeg. En, uh... Ja, wat ik ook een heel mooi boek vond was. Wanneer uh, las je dat? Weet sorry? je dat nog? Weet je nog wanneer je dat las? Of... Drie, vier jaar geleden. Ja, ja, ja. ja. ja um, daarnaast heb ik ooit een keer het boek gelezen, natuurlijk, van, uh, van Michael. Vond ik, dat was gewoon yeah. de start. En ik vind eigenlijk als je de basis wil. Lezen is dat gewoon een, een, een mooie basis voor jezelf om, om jezelf te, ja. te onderwijzen daarmee. Maar had je ook uh, niet dat je dan, want uh, het was voor mij, ik herken heel erg het, uh, we komen op een vliegveld en we zien naar dat boek. Vooral in mijn geval gaf een, een goede vriend van mij het aan. En ik dacht, oh, ja, well, is jokkie. Well, ben wel benieuwd wat hij schrijft. Uh, zijn boek schreeuwt ongeveer wel, ga Think and Grow Rich lezen. Van Michael? Ja. Ja, uiteindelijk is dat ook, ik, ik vind het altijd wel, kijk, daarom noem ik hem. Intern denk ik, moet ik dat dan doen? Ik denk voor heel veel mensen is dat de basis om ergens mee te beginnen. En het is vaak geleerd aan succes. Um, en daardoor zijn ja, ja, we dat nog we, voorbij ja, aan de ja, ja, ja. essentie van dat fundament waar we het eigenlijk heel deze podcast over hebben. Ja. Want er gaan mensen iets doen om maar succesvol te worden. Maar waarom wil je dat? Ja. Waarom doe je dat? Ja. En als je dat hebt, wat levert het jou dan op? Ja. Dus wat is jouw intrinsieke motivatie om dat te willen? Um, ja, dus, dus dat wel. En wat ik ook een heel mooi boek vind, is uh, van Jan Geurts, Verslaafd aan de Liefde. Hmm. Want het gaat over fundamentele zelfafwijzing. Yeah. Ja, ik, heb, ik kan zoveel boeken opnoemen. Ik ja, heb best ja, ja. van het Denken van Adam Watson. Ja, Fantastisch. ja, ja. 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 Um, ik, vind, uh, ik word eigenlijk het meest geïnspireerd door basketballers vaak. Dus echt de, de Kobe verhaal, ja, Michael ja, ja. Jordan. Uh, maar de... ook in het... Optimaliseren, blijven investeren, ja. Uh, ja. toch? Dat bedoel je ja. dan denk ik ja. een Er is één absolute favoriet die ik heb. Die heb ik nog niet genoemd, maar dat is Relentless van Tim Grover. Oké, okay, waar gaat het over? Hij is de, de coach geweest van, van Michael Jordan mm -hmm. en Kobe Bryant. Mm. Maar de leuke kanttekening is dat hij eigenlijk zei van... Deze man kwam uit een soortzelfde situatie zoals ik vandaan kwam. Allemaal shit. En die was opgeleid en die ging in een sportschool werken om omdat hij dacht, ja, ik wil het lichaam gaan bestuderen. Ja. Daar wil ik alles van weten. En die ging voor 3,95 ging die daar werken. 3,95 euro per uur. En um, die zei op een gegeven moment van, uh, nou, toen ik dat eenmaal wist, toen dacht ik, oké, okay, ik heb nu zoveel kennis opgedaan en ervaring. Ik ga de Bulls, de Chicago Bulls, ga ik een bericht sturen. En die man die stuurde uh, iedereen een brief, behalve in de fanmail, behalve Michael Jordan. En wie reageerde er? Michael Jordan, omdat hij geïrriteerd was dat hij gewoon hem geen brief had gekregen. <laughs> wow. Dus dat vind ik dan super toffe verhalen. En uiteindelijk. <laughs> Um, mocht hij <laughs> langskomen bij uh, Michael Jordan en toen had hij Converse aan. En toen, uh, dat was natuurlijk destijds met de Journal, was dat een dingetje. Ja. En toen stond hij voor de deur en toen zei hij: Wij gaan met elkaar werken. Tenminste, wat kan je me bieden? Hij zei: Wij, Tim zei, wij gaan met elkaar werken, want ik kan het verschil bij jou gaan maken. En toen zei hij: Van wat ga je dan voor me doen? Dus die geef me één week en je werkt de rest van je leven met mij. En dat gebeurde. En eigenlijk is dat ook mijn inspiratie. <laughs> Om bij de jongens, waar ik niet binnenkom, ja. ik, ik sta voor de deur, niet met convers, maar nee, wel gewoon ja. Ja. met mijn beste versie. Ja. En, en ik, ik wil je overtuigen dat ik, je, dat ik jouw prestaties naar het volgende level kan tillen. Door, mijn va door, dat, door waar ik vandaan kom en wat we gaan doen. Ja. En, en daar ze mee inspireren om het verschil te maken. Lukt tot nu toe. Ja. En ze komen bijna allemaal terug van wat is dit? Ja. Ik heb meer energie, ik krijg minder ja, buitenadem, ja. ik voel me beter, ik denk beter. Alles maar het is grappig, omdat je dan toch eigenlijk datgene aanspreekt waar het juist niet om gaat, maar toch wel een beetje het ego, succes. Uh, en en de, 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 daar trick je dan mee om vervolgens dat. Uh, in, in, in de eerste twintig minuten is daar in de gesprekken die ik met ze heb bijna niks meer van over. Nee, oké. Okay. Omdat ik niet wil dat ze het daarmee identificeren. Nee. Want hoe meer jij je hecht aan een identiteit, hoe moeilijker het is om daar aan voorbij te gaan. En dat vind ik dus interessant om te kijken van oké, okay, hoe kunnen we die identiteit aanbouwen bouwen? Niet om de sporten heen, maar om mm -hmm. de mens. Het fundament onder jou. Want je gaat ook een keer stoppen met voetballen. Yeah, je echt. Of stoppen ja, met ja, zingen, ja, of stoppen ja. met iets anders. Ja. En wat blijft er dan over? Dan is er een zwart gat waar het applaus wegvalt. Het stadion is uh, het licht van het stadion is uit. Oké, okay, wat ga je doen? Ja, Maar um, en dat vind ik mooi en, en, en uiteindelijk. Ja, je zou kunnen zeggen, daar gaat Koekroe heel erg over. Alles is hetzelfde, alleen mensen gebruiken verschillende woorden en verschillende ingangen. Ja. Het is een wat uh, grote, gekke vraag, maar ik stel hem toch. Hoe spiritueel ben je? Ik denk dat wij in de essentie allemaal spirituele wezens zijn die een menselijke ervaring mogen beleven. Ja. Um, dus ik denk dat spiritualiteit, alles is energie. En als we leren werken met die energie en, en, en ons kunnen bevinden op een frequentie waar we gelijkgestemden aantrekken... Dan wordt het leven leuk. Ja. Spiritualiteit heeft mij. Het is de kern van ons allemaal. Uh, ik zie het altijd als de, wij zijn de kern en dus daarbij komt steeds meer en dan is die ui, Maar de, in mijn optiek is uh, spiritualiteit is waar het start. En wanneer en je dus shit het shit is, het, ja. Ja, sorry, is ja. dat dus nodig om vanuit daar weer te gaan. Ja. Neem maar op en ik snap het zeker met de wereld uh, waar jij voornamelijk in werkt. Op jouw website staat echt spiritualiteit, vraagtekentje. Geen zweverig gedoe, maar aan de bak met uh, <laughs> ja. uh, de, de onrust in je kop en terug in de controle met bewezen wetenschap. Ja. Mindset, breathwork ja. en koude training. Ja. En ik bedoel, ik ken je een beetje, heb je een paar keer ontmoet, dus ik wist ook wel, ik, ik moest er echt om lachen, ja. omdat ik echt wel snap nogmaals dat jij dat. Ja. dat je moet de taal spreken van de doelgroep ja, die je nou bedient. Ja, en als ik zeg, adem naar je kern, dan denken ze, oh, wat heeft deze gozer, nou, waar ja, de fuck ja, heeft hij ja. het over? En dan denk ik, oké, okay, dus ik moet de taal spreken van mijn doelgroep om ze beter te kunnen raken. Dus dat, uh, dat doe ik wel, ja. Ja, ja. Nou, dat vind ik mooi. Ja. Um, en toen dan denken maar misschien is het helemaal niet, of we het daar niet over hebben, maar ineens, ik zeg net van, we hebben elkaar eerder gezien. We hebben elkaar gezien op een uh, op de, uh, biohacker ja. summit. Wat ik grappig vond, ik moet zeggen, ik heb hem recent heb hem weer eens geluisterd, het Gesprek, vond ik het meevallen, maar uh, voor jou, ik had een gesprek met Vision, een ja. grote guy van Mindvalley, ja. jij, jij was daar, jij, jij zat daar toevallig en je was gewoon geïnteresseerd en leergierig, wat ik heel erg herken en wat ja. ik top vond, dus jij ging gewoon meeluisteren. Ja. Jij was echt, je was gewoon een beetje van slag. Naar ja en dat ik, vond ik heel grappig. Jij stelde hem heel veel vragen over het ego, ja. maar alles was ego. Ja. En en dat ervaarde ik zo dat ik dacht: "Oh, hij heeft een identiteit gecreëerd en dat is allemaal gebaseerd op ego." Ja. En dat heeft hij dus kennelijk nodig. En dan denk ik: "Wow, jij bent degene die anderen vertelt hoe het niet moet, maar je, je laat het niet zien." Nee, maar misschien uh, want er is in de comments ook nog best wel het een en ander over gezegd en zo voelde ik het ook wel. Kijk, het is natuurlijk ook een soort schil die als je even kijkt naar de setting, waar ja. hij toen was, op dat festival, in de heat of the moment trek ik hem eruit en, uh, en ga ik even bam, allemaal vragen stellen weet je, het is, het is... ook ja. weer niet gek of heeft hij nog steeds afgedaan bij ja. Nou wat ik wel wat hetzelfde vind <laughs> is... Um... <laughs> Ik probeer altijd weg te blijven van het oordeel. Maar ik zeg altijd, objectiviteit bestaat niet. Maar uiteindelijk. Um, je komt op, mensen komen soms eens dus op een punt waar ze belangrijk worden gevonden door de doelgroep die ze bedienen. En dan kan er wel eens een ongezond geloof gaan ontstaan hmm. in hun eigen belangrijkheid. En dan ontstaat er dus vaak een spiritueel ego. En daar probeer ik juist bij mezelf heel erg bewust van te zijn: hé, hey, wacht, ik heb een ego, ik ben hem niet. Een nee. ego wordt gezien als iets negatiefs, maar als je het je beste vriend maakt, als het ware, hé, yeah. hey, ik identificeer jou en je voert er intern een soort gesprek mee, dan, dan kun je weer kiezen. Want dat ego is maar eigenlijk een van de zoveel gedachten die je dus kunt kiezen. Maar ik denk dat je in dat opzicht, maar daar ben je heel bewust van, een spannende tijd tegemoet gaat als vriend van al die topsporters en andere famous ja. people. Ja, weet ik niet. Voor mij is het uiteindelijk. Um, de kunst om ze te blijven zien als de mens. Dat is mijn werk. En. en ze, om ze als mens te behandelen. En niet als de topsporter. Nee. En, en, want ja, dat doet iedereen al. Ja. En dat is mijn werk. Mijn werk is om ze de veiligheid. Dat vind ik heel belangrijk om ook hier te benoemen. Mijn werk is om ze de veiligheid te bieden. om daarbinnen te openen aan mij als mens, in een wereld waar ze dat vaak niet kunnen. Nee. omdat het een onveilige, onveilige setting is, ja. een masculine, mannelijke cultuur en dat bedoel ik niet fout, maar ik vind wel dat daar bij mij ja, dat, is, ja. dat is mijn werk. En daar is het dus ook waar jij bewustwording in kwijt, niet zozeer van doe dat masker af, want als ze daar op dat veld staan of als ze... Uh, dan, dan is dat.. Sterker nog, in sommige gevallen creëren we een soort alter ego. Ja, precies. Ja, ja, want ja. je moet... Kijk, uh, laat ik zo zeggen, ik vind dat heel interessant. Sommige jongens hebben een bepaalde manier die voor ze werkt. Dus die manier is het alter ego. Ja. Dat is die versie die je van jezelf ja. naar buiten brengt. Ja, zeker niet in. in die bokswereld. Helemaal. Ja. Uh, ja, ja. In het geval van Levy, je uh, het op je mail maken. Ja. Dus daar moet je wel. Ja. En daar, en mijn leven is een hele lieve jongen, maar in de ring, een pitbull. Ja. Dus die versie van hem kan je daar niet naar buiten brengen. Dus dat is het altego. Ja, en daar ontstaat iets in hem wat anders is. Ja. Dus dat is fascinerend. Ja, dat is wel vet, want daardoor wordt het alleen maar krachtiger. Ja. Beetje, ja, ja. En, en in de, kijk, er zijn heel veel mensen, en dat vind ik ook interessant, er zijn heel veel mensen die willen met topsporters werken, die willen met bekende mensen werken, omdat ze dan kunnen zeggen dat ze met die mensen mm -hmm. werken. Dat vond ik interessant, want dat ervaarde ik in het begin, dat ik dacht, wow, die wil met me werken. En dan ging ik dat vertellen, dan dacht ik ook, oh, wow, dat is enthousiasme, maar ja. ook verborgen ego. Nou ja, dan, dan sta je toch weer op de foto met Mark Rutte. Ja, bijvoorbeeld. <laughs> wow, kijk eens hoe ik met wie ik ben en wat ik ja. doe en waar. En, en dat vind ik interessant, want dan uiteindelijk hoe meer ik, dat is de les die ik dus leerde sinds ik met die jongens ben gaan werken. Het zijn, ik werk met mensen, ik doe menselijk werk, niet met robots. Um, maar dus, ik, als ik in een stadion zat, dan ging ik ook een foto taggen, posten en ging ik ze taggen om, om te laten zien, kijk, dit is wat ik nu mm -hmm. Niet bewust, maar ja, onbewust, maar de, daar werd ik nee, bewust van. En toen dacht ik, nou, ga ik niet meer doen. Dan, ik niet maar, wel, heb nee. ik dat nodig? Nee. nee. En uh, dat mag natuurlijk wel. Je mag wel uh, uh, dromen of denken ja. uh, of ambities hebben. Wat, 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 wat is jouw plan? Want ja, nogmaals, je zit op een uh, waanzinnige golf. Ja. Mijn missie is om bewustzijn te creëren in, in mentaal welzijn binnen nu in dit geval dan zeg maar de entertainmentwereld mm -hmm. voetbal, ja, artiesten, ja. you name ja. it. Um, en mijn visie is om op de lange termijn te zorgen dat dat, dat normaal is en dat dat geen zweverig gedoe is. Um, want uiteindelijk gaat het erom wat doe je hier met wat je hebt. En iedereen heeft iets. Ook straks de luisteraars, iedereen heeft iets met wat hij kan. En dan heb ik het niet over hoeveel geld je hebt of wat je, wat je status is. Welk talent heb je? Welke goede stem heb je? Iedereen heeft iets waar hij iets mee kan. Als je dat van jezelf de wereld in kan brengen. En ik mag daar onderdeel van zijn. Door jou daarin te begeleiden of te helpen inspireren. Mm -hmm. Dat is mijn missie. Ja. En heb je de ambitie, of ik zou bijna zeggen, durf je het aan met, met jouw achtergrond? ...om uh, zelfvader te worden? Zeker weten. Um, ja. ja. Uiteindelijk heb ik gewerkt al die jaren... ...aan het, aan het bewustwordingsproces van mezelf. Um, dus het antwoord is wel. ja. En hoe, en dit is heel... ...maar ik, vind, ik ben hier zelf heel geïnteresseerd in. Hoe uh, denk jij dat je op een gezonde manier... ...wel natuurlijk... ...nou ja, ja, nou ja pushen is het dus al niet... Maar wel, ja, je wil gewoon ouder zijn die, 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 die echt wel het beste met zijn kind voor heeft. Dus, dus ik vind niet per definitie het slecht dat zij willen dat jij presteert. Mijn schoonvader, Ma ja? ik ging net hierheen en mijn schoonvader die zei vandaag: Doe je best. En toen liep hij naar me terug en toen zei hij: nee, 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 ik zei het verkeerd. Doe je best, is druk uitvoeren, ja, oefenen ja, ja. op jou. Veel plezier. En zei ik, veel plezier. Ja, lekker, en toen zei ik, Mark, toen gaf ik hem een high, van een knuffel, want ik stapte nog even uit. En toen zei ik, thanks dat je dat zegt. Ja. En dat is wat we als ouders ja. we wel, ja. wel vaak doen. Ja. We projecteren aangeleerd gedrag uh, op de kids, van uh, op de toekomst zeg maar. Ja. En, en interessant is dat de wereld waarin we nu leven, dat is ook wel eens waar ik over nadenk. Ik, ik word 31, dus ik kom wel op een leeftijd waarop je wel moet gaan overwegen. Mm -hmm. um, maar aan de andere kant denk ik altijd bij mezelf, ja. ...ik kan nog wel zo bewust zijn, maar als mijn kids op een school komen waar men dat niet is... ...daar is het niet in mijn controle om dat te doen. En, en ja, dat vind ik wel interessant in, in hoe dat gaat... ...want dan krijg je ook te maken met andere kinderen die dat projecteren en dan... ...ik zou, ik zou het jammer vinden, yeah. zeg maar, dat, dat de generatie die nu zo TikTok zit... ...zich de eigen baarde laat afhangen van, van externe factoren. En ik zou mijn kinderen juist heel graag willen leren hoe het is om intern... Ja, nou, we hadden het er net even, maar als jouw binnenwereld is, is, is een manifestatie. Je buitenwereld is een manifestatie ja. van jouw binnenwereld. Dus als ze die binnenwereld kunnen inrichten op een manier dat zij weten dat ze het doen voor geluk. En dat, dat, dat alles wat ze, daar, dat, wat ze doen, dat dat daarmee in lijn is. Dan hoef ik maar één ding te doen. En dat is een aanwezige vader zijn. Ja. Die er is. En ja. die, 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 die affectie toont. Van, ja. hey, dat is ook in de coaching. Sommigen zijn zo onwijs gaan ondernemen hebben dan wel kinderen, maar ze zien ze niet. Nee. En dan zijn ze op werk bezig met thuis en thuis bezig met werk. En dan zit hij bij zijn camper en dan is hij nog bezig met niks. En de kinderen hebben geen aandacht gehad. En, en vanuit dus weer mijn ervaring zeg ik dan: hey, ik geef jou één opdracht mee deze week. Oh, wat dan? Zeg, ik, vandaag loop je naar je dochter, dan kijk je er recht aan in de ogen, dan pak je haar even bij de schouder en dan zeg je: hoe gaat het nou echt met je? En dan ontstaat er een gesprek over het leven. Ja. En daar ontstaat dus verbinding. En verbinding is wat we als mens nodig hebben. Nou, ik ben blij dat je dat nog even zegt. Omdat ik zelf altijd. Uh, en ik weet helemaal hoe je het plaatst. Maar bij het woord geluk nog altijd denk. Ja, geluk, geluk, geluk. Uh, 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 dat zou betekenen dat als je heel erg verdrietig bent, um, ja dat je dat niet moet nastreven van uh, geluk heeft voor mij nog een beetje een soort roze bubbel van ik denk ik snap heel erg wat je bedoelt. Ja, jou, de bedoel... perceptie daarop is vaak. Ja, precies, van iets, maar je bedoelt gewoon verbinding, is. echt voelen, ja. gewoon dat. Voor, als je, als je nou ja. goed, wat is wat is geluk voor jou? Ja. Nou, uh, gewoon hier lekker van mens tot mens communiceren is echt serieus ja. al goud. 100%. Dit ja. is voor wij zitten net hier buiten met ja. een zonnetje op ons gezicht ja. met een bakje koffie. is ja. voor mij geluk. Ja, absoluut. Dus, dus absoluut. geluk is eigenlijk wanneer je de verwachting die je hebt van een gebeurtenis minus de verwachting is geluk. Ja. Um, en, en dan kun je zijn in het moment. En als je in het moment bent met een zonnetje op je gezicht, een goed gesprek en een bakje koffie. Ja. Wat hebben we dan nodig? Ja, lekker man. Dus uiteindelijk, uh, ik denk dat acceptatie, vertrouwen en. en een beetje geloof in jezelf en daar consistent gedisciplineerd. Ja. Echt gedisciplineerd is ook vaak een vies woord en Mee bezig bent. Dan hebben we in essentie het eigenlijk al heel goed. En hebben we helemaal niet zoveel nodig. Ik ben nog wel vernieuwd. Kijk, met jouw echte vader denk ik dat je in een gouden tijd zit. En hoop ik vooral dat je daar nog heel veel tijd mee doorbrengt. Genieten van zolang het kan. Want jullie zijn nu op een heel lekker level, heb ik de indruk. Nou, sterker nog, mijn vader durfde nooit om hulp te vragen. En hij heeft me vorige week opgebeld. Ik uh, heb CPD, kan je mij eens helpen? Wat is CPD? CPD, dus, uh, dus dat je met je, uh, de, 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 ja, de oh. ziekte. Oh ja. Yeah. Dus um, komt door het roken, twee pakjes per dag, al uh, heel zijn uh, leven eigenlijk. En die zei, kan je mij helpen, want ik weet het niet. Ja, uh, dat mag machtig dan 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 ik zo, man. zo, dit is goed dat je dat vraagt. En toen zei hij, waarom? Dus nou, ik denk dat je voor eens van de, een van de eerste keren in je leven hulp vraagt. Ja. Yeah. In plaats van dat je het gevoel hebt dat je het altijd zelf moet doen. Toen zei hij, ja, maar dat heb ik toch geleerd van jou. Lekker man. <laughs> ja. En... Ja, is er dan niet nog iets van een vezel in jou. dat toch ook nog even je stiefvader wil laten voelen. dat het allemaal een gek verhaal is geweest? Nee. Um, er is wel in mij donkere energie waar we het over hebben ja. gehad. Wat, af en toe, ik stond gisteren in de krant, heel groot in de Volkskrant. En, en dan zegt iemand tegen mij: Zou je willen dat hij het leest? Ja, nou, exact. Ik zou het mooi vinden als hij ziet dat het goed met me gaat. Ja. Dat hij ziet dat ook ik gewoon in staat ben. intrinsiek iets van ja. mezelf te maken. En dat hij weet dat het goed met me gaat. Ja. Dat vind ik belangrijk. Ik heb hem niets meer te bewijzen. Ik heb mezelf iets te bewijzen. En, en daar ga ik voor, daar sta ik voor. En uh, dat vind ik belangrijk. Ja. Maar het kind in mij vannacht wil wel gezien worden door hem. Dus ik, ik, ik heb mezelf daar. Ik toon altijd compassie naar mezelf. Het lijden wat ik daarin heb, accepteer ik soms wel eens van mezelf. Want dat maakt me mens. En dat stop ik het dus ook niet weg. En soms heb ik daar. Ja, Morgen is moederdag. Van de week is moederdag. Ja, ja. moederdag ja, ja, we hebben... Morgen Als we opnemen, Ja. ja. Ja, dat is altijd een dag waar ja. je even bewust stilstaat van, hey, ja. En dan ben ik ook wel een beetje met hem bezig, omdat ik denk van, hoe zou hij denken, ja, hoe zou ik met hem gaan? Want ik ja. gun hem alsnog Ja, nee, maar dat geluk. zou ik ook zeggen, want uh, ergens, maar dat weet je ook wel, uh, deed hij ook maar wat hij kon. 100%. En, en daarom heb ik compassie, het lijden kunnen zien in de ander. Dat, dat we allemaal shit hebben en vanuit die shit ja. bewegen we. Ja. En vanuit daar doen we het maar met wat we denken dat goed is. En, en ja... En dan toch even ook, euh, nou ja, met je moeder en je achterhoofd, maar sowieso met het leven. Hoe kijk je aan tegen de dood? Wow, ik heb wel eens bij mezelf nagedacht als ik nu zou sterven, heb ik dan volledig geleefd? Twee jaar geleden zou ik zeggen nee. Nu zeg ik, ik ben gelukkig, ik heb iedereen om me heen, ik doe echt wat ik leuk vind en ik ben waardevol voor iedereen om me heen. En de mensen om me heen zijn dat ook naar mij. Het leven is nu waardevol. Dus ik vind het leven iets heel moois. Maar ik ben niet meer zo bang voor de dood als vroeger. Vroeger ik kon ik nog eens bed liggen. En dan had ik fuck. En nu heb ik gewoon zoiets van... Ik geloof dat er hierna weer iets is. Ja. Hoe kan dat dat ik soms en vroeg wijsheiden... Vroeger had je ook veel meer dat presteren natuurlijk. Dus dan, ja. dan zit je tegen een soort einddatum uh, Ja, ik werken. ben er wel van bewust dat het leven niet... Nee. Het leven is eindig. En daarom heb ik juist zoiets van... Daarom is het zo belangrijk om jezelf elke dag te herinneren... Wat ga ik vandaag doen ja. waar ik gelukkig van word? Ja. Waar ik voor wil opstaan en mijn tijd aan wil besteden. En als je dat elke dag kan doen, en niet elke dag... maar als het je intentie wel is elke dag... dan denk ik dat je al heel dicht uh, bij de essentie komt. En wat denk je, uh, wat er gebeurt? Gewoon even uh, technisch gezien of juist spiritueel. In die, in die ademsessie die ik toen had was alles licht. Die verbonden ademhaling sessie ja. op Ibiza waarbij je moeder zag. was alles ja, licht. Ja, ja. En, en dat is ook gelijk, het schiet me nu te binnen. Dat was ook een moment dat ik mijn moeder zag. Dus ben ik bang voor de dood? Nee. Want het zou me verenigen met mijn moeder. Uh, verenigen en verenigen. Ja. Maar ja. Um, ja, dus dat. En ik, daar vertrouw ik op. En, en de, het mooie in alles is, in alles wat ik doe, ik doe het niet alleen. Ik heb het gevoel dat ik word geleid door iets dat veel groter is dan ik. Dan wel het universum, dan wel mijn moeder. Maar op belangrijke momenten zie ik altijd een gele vlinder. En dat is altijd het moment dat ik denk, hé, hey, ze is, is er. Laatst was, er in, was gewoon in de winter, nou, laat ik zeggen, uh, <laughs> net na de winter. Ja. Toen zei ik, als ik dit moet doen, dan wil ik een, uh, een, uh, een, een gele Lamborghini zien. En die dag zag ik een gele Lamborghini. Ja, okay. Maar toen zag ik later ook een rode. En toen dacht ik, is dat dan nu het nee, nee, het nieuwe doen? That that is, maar dat is leuk. Uh, maar uh, maar yeah. dat geeft me houvast. En, yeah. en dus ik geloof altijd, ik heb altijd, er is één artiest, die heet winnen Katie? zeker ja, Die heeft een nummer, dat nummer heet Schoonheid. En in dat nummer zegt hij, in mij is waar ze voortleeft. Ik ben de drager van de fakkel in hetgeen ik doorgeef. Dat is mijn life phrase. Dat is hoe ik erin hoe ik sta. Ja. Wow. ja, toch? Wat een mooie power. Ja. Uh, en en, en hoe, uh, gewoon ja, daarmee geef je heel erg mooi ja, een ode of credits uh, aan degene voor je. Ja, maar hoe wil jij Robin Vredeveld herinnerd worden? Als een aanwezige vader die er altijd was, een goede vriend die er was, een luisterend oor um, en iemand die in staat was om het lichtje aan te zetten in iemand die in het donker zat, dat. Nou, precies. Nee, wil ik dacht nog even, waarom komt het coachingschap? Want dat is toch echt iets wat je op een goede manier aan het doen bent. Ja. En jij? Uh... <laughs> ik <think> shit. <laughs> ja, Nee, dat denk ik zeker. Want je, je vraagt het op een heel bijzonder moment. Um, nou, ik hou hem heel kort, uh, een verbinder. Juist. Ja. Ja, en dat, dat is ook wat je doet. Ik, toen ik hier naartoe reed, dacht ik, wow, dat is het eigenlijk mooi. Dat ook ondanks dat het bij de radio toen, heeft ook dit gebracht. Zeker man. Gebracht. Oh, absoluut. Nee. En uiteindelijk ben je, je bent een bruggebouw. Je bent iemand die andere mensen door jouw podcast verbindt, samenbrengt. En dit verhaal inspireert misschien iemand. Ja. ...wederom om uh, bijvoorbeeld als hij op een zware periode zit... ...in een zware tijd zit, om, om daar anders naar te kijken. Dat hoop ik echt. Want de grap is, die brug waar ik toen op stond... ...de Erasmusbrug, dat ik dacht... Nou, hè, uh, ...hoe de... zou dat voelen? Ging ik gewoon overheen lopen. Ik denk dat ik een maand geleden... ...liep ik naar een van de jongens van, uh, van Feyenoord... ...om, uh, om de ouderingen af te geven. En toen liep ik hard over die brug. En toen, toen stond ik even stil bij... ...weet Oef. je nog dat je op deze brug dit wilde? En, en nu ben je nu? aan het rennen naar een topsporter... Ja. ...die gelooft in wat jij doet en hem ja. daardoor beter maakt. Ja. En dan, dan is het voor mezelf dat ik denk ik dat is hoe het kan. En dat is het mooiste wat er is. Ja. Fantastisch inspirerend verhaal. En ik hoop ook zeker dat dit iemand geïnspireerd heeft. Maar dat zal wel, anders heb je het niet zo ver gered. Nee. Uh, laat wat achter in de reacties. Of in thanks voor je tijd. Jij bedankt voor de uitnodiging. En, 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 ja. en, uh, en je goede vragen. Ik vind het heel tof. Kellen. Dankjewel. Dit was Kokoroe. Tot de volgende. Zo'n Hoi.